Ik denk dat de ganse samenleving op angst gebaseerd is. De meeste van de tijd. We zijn bang om geen inkomen te hebben als we geen vaste job hebben. Dat is een van de grootste angsten die mensen hebben. Dus daarom doen ze maar werk wat hen toch een bepaalde zekerheid kan geven. En doen ze vaak werk waar ze niet blij van worden. Er is zoveel taboe rond burn-out, ik wil daarover schrijven. En mijn eerste blog waarin ik zogezegd ervoor uitkwam dat ik een burn-out had, die ging viraal. En mijn werkgever heeft mijn blog gelezen. En ze hebben daar toen ook juristen op gezet en ze hebben mij ontslaan. Eigenlijk is het 100% je eigen verantwoordelijkheid. Niemand ter wereld zegt dat jij bij die werkgever moet werken. Dus jij kan daar vertrekken als je er niet gelukkig van wordt. Jij bent uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor hoe jij jou voelt. Na die suikerdetox begon ik mij nog verder te verdiepen. En dan kwam ik op een gegeven moment bij de darmgezondheid terecht. Ik vond zoveel recent onderzoek waarin aangetoond wordt dat er een rechtstreeks verband is tussen de darmen en de hersenen. En voor mij staat zuiver en puur eten gelijk aan een spirituele ontwaking. Alle toxines vallen weg. Je derde oog gaat open. En je gaat daardoor echt veel meer connectie maken met de realiteit. Toen heb ik zo vaak geprobeerd om met mijn verhaal over immuniteit de pers te halen. Zij willen mijn verhaal niet horen. Dat interesseert hen niet. Ze willen liever allemaal die angstmakerij. Stel je voor dat ik mensen zou kunnen vertellen hoe ze zelf gezond moeten worden. Yes, 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 lieve vrienden. Welkom bij een nieuwe aflevering van The Truman Show. En we zijn vandaag weer in de buurt van Gent. Vierde keer podcast in België, vierde keer in de buurt van Gent. Dit is toch wel opvallend. Vraag ik nu alvast aan mijn gast, maar dan gaan we zo meteen vast wel antwoord op krijgen. Ik wil jullie nog eventjes meegeven, want vandaag in het nieuws, of gisteren in het nieuws, was dus dat je de grens weer niet over kon en dat in België stond te controleren. Ik kan jullie vast even meegeven, nul controles meegekregen. Nul controles, stap uit de angst, leef in vertrouwen. Verder, ik zit hier vandaag met Elke Vermeijeren. En wat ik net al zei, in de buurt van Gent, dus we hebben weer een leuke roadtrip gehad. Zij is ortomoleculair natuurvoedingsdeskundige. Toch? Ja. Kijk, ik heb er net op moeten oefenen. Een paar keer fout gegaan. Ze is ook de oprichter van Goodness Lifestyle. Het staat hier gewoon op het boek. En ze heeft twee boeken geschreven. Daarom had ik dit natuurlijk voor mijn neus. Geluk in je buik en Keto-licious gezond in keto. Ik heb al wat van haar verhaal gehoord. Het is reet interessant. Ik kijk enorm veel uit naar deze podcast. Voordat we beginnen, lieve vrienden. Vinden jullie tof wat ik maak? Ga dan naar mijn website www.jornluca.com als je via YouTube zit te kijken of Spotify of Apple of een van de andere platforms. En daar kan je doneren, daar kan je zorgen dat het platform wat wij bouwen groeit. Dat wij steeds meer podcasts kunnen gaan maken, ook steeds meer het land uit kunnen gaan voor verschillende gasten. En dat jullie onderdeel kunnen worden van die movement. Verder, als jullie deze podcast tof vonden, deel hem dan ook zoveel mogelijk met je vrienden. Deel hem op je socials, like hem en abonneer je ook op het kanaal als je het nog niet hebt gedaan. Super dank voor al jullie steun de afgelopen anderhalf jaar. We gaan er vrolijk mee door en we gaan er een toffe reeks van maken. Dan over op de podcast, Elke. Dank je wel voor je uitnodiging hier weer in de buurt van Gent. Welkom, zou ik zeggen. Ja, ik zei het net al eventjes, vierde keer in de buurt van Gent. Ik kan alleen maar zeggen dat Gentenaren rebels zijn, ja. Ja. Maar want we hadden het net ook al over, want jullie zeiden van ja, en eigenlijk zijn er in België bijna niet dat soort platforms zoals wat er in Nederland ontstaan, met Blackbox en ikzelf en Welsmerts en al die andere kanalen. Dat is toch echt best wel gek of zo, vind je niet? Ja, ik denk dat de gemiddelde Vlaming braaf is. Het lastig heeft om voor zijn mening uit te komen, niet tegen de schenen wil schoppen. Vooral ook bezig is met wat gaan anderen van mij denken. Dat is volgens mij wel iets waar Belgen meer van wakker liggen. Ik ga zeker niet voor algemeen, maar in het algemeen meer van wakker liggen dan Nederlanders. Ja, terwijl ik heb wel echt vier prachtige mensen gesproken hier. En ook echt wel gewoon professoren, wetenschappers en weet ik het wat. Dus het ligt ook niet of zo aan het aantal mensen van autoriteiten of zo, of hoe je het moet noemen, of met titels, zeg maar. Want volgens mij zijn die er toch aardig wat die zich uitspreken. Maar dat blijft dan toch, ja, toch verhoudingstechnisch anders met hoe het bij ons gaat, blijkbaar. Ja, maar die krijgen dan bij ons, denk ik, geen platform. Net daarom dat ze bij jullie terechtkomen. Ja, en dan... Net zoals ik, hè, trouwens. Ja. Ja,
Ja, het is zo inderdaad. Ja, dan kunnen wij kunnen weer genieten van de Vlaamse professoren en leuke mensen die zich uitspreken. En de Vlamingen en de Belgen kunnen dat zelf dus helemaal niet eigenlijk. Dat is wel zonde. Ja, dat is een zonde, maar iemand moet durven opstaan en moet het willen doen. En zolang dat er geen Belgen zijn die het durven doen, dan hoop ik dat wij elkaar kunnen inspireren. En dat het niet over landsgrenzen moet gaan, maar dat we gewoon dezelfde missie en visie kunnen delen. Of jij nu een Nederlander bent en ik een Belg, maakt dan eigenlijk niet zoveel uit, denk ik. Nee. Dus eigenlijk een soort van oproep al naar mijn Belgische volgers en kijkers. Lieve Belgische volgers en kijkers. Zelf aan de slag. Hop, podcastje maken en zorgen dat het geluid wat groeit hier. Ik had het net al even over titels en ik merkte zelf al van ja, dan moet ik over jouw Belgische collega's, zeg maar, met wetenschappers moeten weer over die titels gaan spreken. Het is eigenlijk een soort van zonde dat we altijd die titels erbij moeten halen. Want net voordat we begonnen en ik een beetje kijk van hoe zal ik jou introduceren, toen zei je van ja, je kan wel ortomoleculaire voedingsdeskundige noemen, maar ik ben meer dan dat en die titels en... Ja, ik heb het daar eigenlijk al heel lang heel lastig mee. Ik ben ook zo iemand die al 20 keer mijn bio in mijn Instagram heeft herschreven. Mm. Omdat ik het zo lastig vind om mezelf te herleiden naar 3 zinnetjes. En ja, voedingsdeskundige is dan wel wat ik ben, omdat ik daar dan de diploma's over heb. Maar ik zie mij en anderen als meer dan hun titels. Mm-hmm. We vereenzelvigen onszelf altijd met wat we gestudeerd hebben. Maar we zijn als mens ook zoveel meer, hè? 100%. En ik vind ook, die titels brengen ook een soort van iets naars met zich mee eigenlijk. Namelijk dat je blijkbaar alleen nog maar iets mag vertellen over een bepaald onderwerp als je een bepaalde titel hebt. En dat dus alles en iedereen die er veel verstand van heeft of onderzoek naar gedaan heeft, die mag dus eigenlijk al niks meer zeggen. En dan blijft dus maar een handjevol mensen over die bepaalde thema's iets mogen zeggen. En laat nou net een heel groot deel van die mensen toevallig gebrainwashed zijn of betaald worden of wat dan ook, dan krijg je dus een heel eenzijdig verhaal eruit eigenlijk. Ja, dat is jammer, want ik denk vooral dat heel veel mensen in iets een ervaringsdeskundige zijn, maar daarom niet de papieren hebben, maar er net zoveel waardevolle dingen over te vertellen hebben dan de mensen die dan wel de papieren erover hebben. Hmm. Integendeel zelfs, zij durven zich daar denk ik dan nog meer over uitspreken, omdat ze niets te verliezen hebben, omdat ze geen titel moeten rechthouden. Hmm. En misschien ook wel omdat ze... Ja, nee, precies, dat is inderdaad wel een goeie. Wellicht ook wel omdat je er anders in komt. Dus ik vind vaak de wetenschap en zo is... Oké, nou, dat begint ergens bij een kernstuk en dat is dan de uitgangspositie van waar het verder gaat. En dan komt er een soort van toren op te staan van verder onderzoek en zo. Maar als het fundament scheef staat, gaat die toren scheef staan. En meestal vind ik de mensen die dan niet, zeg maar, de traditionele weg van het bepaalde wetenschap of wat dan ook hebben bewandeld, is dat zij al dat fundament in twijfel durven te trekken. En dat is wat ik veel merk bij de wetenschap nu, is dat dat niet eens gebeurt. Dus aan het fundament torn je niet. Dat is zo. En dan mag je verder gaan bouwen. Maar dan sla je, denk ik, veel van de essentie over vaak. Dat is het ganse probleem met wetenschap. Ik zeg al jaren dat ik wetenschap eigenlijk zelfs een beetje arrogant vind, omdat ze claimen dat de waarheid in de wetenschap ligt. Dus dat is al arrogant om te denken, omdat ik ervan overtuigd ben dat ons menselijk brein te klein is om alles te kunnen vatten en snappen. Dus de wetenschap zegt, als we het niet kunnen waarnemen of niet kunnen zien, dan is het niet echt. Maar ja, 100 jaar geleden waren er ook nog geen microscopen waarmee ze bacteriën konden zien. Dus ja, dan bestonden zogezegd bacteriën niet, dat zou onzin zijn. Dus de wetenschap kan op dit moment gewoon nog niet alles weten en claimen. Dus als de waarheid enkel is wat de wetenschap kan meten, ja, dan hebben we een probleem. Mm, dat denk ik ook, ja. Ja. Hey, want we hadden het net over titels. De huidige titel ortomoleculair voedingsdeskundige. Ik ga het gewoon heel vaak zeggen, dan word ik er beter in het uitspreken. Die heb je niet altijd gehad. Jij hebt best wel een ander leven erop nagehouden dan zeg maar voordat je begon met... Of toen je deze boeken schreef, zeg maar. Daarvoor heb je compleet iets anders gedaan, geloof ik, hè? Ja. Kun je daar ons mee in nemen? Ja, eerst en vooral ben ik helemaal anders geschoold qua basis als dit. Ik heb een master in het toerisme gehaald aan de KU Leuven. Dus dat is al een heel specifiek diploma. Waar ik in der tijd moeilijk werk in vond in die sector. Dus dan ben ik heel erg zoekende geweest voor jaren. Ik voelde me nergens thuis. Ik was ook heel erg teleurgesteld in mijn diploma. Ik denk dat dat ook is hoe we opgevoed worden. We denken als we een diploma halen dat we iets waard worden. Dus ik denk dat ik heel lang mijn eigen waarde gekoppeld heb aan het diploma dat ik behaald had.
En omdat dat diploma mij niet opleverde wat ik diep van binnen wou, bleef ik met een bepaalde leegte zitten. En ik hopte zo wat van de ene naar de andere job. En toen ik zwanger werd van mijn eerste zoontje, op mijn 25e, had ik het even gehad met dat jobhoppen. En ik dacht van, ik ga rationeel en verstandig kiezen, want ik word binnenkort een mama, dus ik wil mij settelen. En ik wil zekerheid. Dus ik ga naar een sector waar ik die zekerheid kan krijgen. En dan ben ik verzeild geraakt in de financiële sector. De duivels. Wow, ja. Ja. En dat ging eigenlijk, ja, je vertelt in het verhaal veel van, eigenlijk al best wel veel van waar je nu, waar de problematiek van waar we nu in zitten eigenlijk wel, vind ik zelf altijd. En dat is een bijna moeilijk onderwerp geworden, omdat veel mensen leven zo niet meer vanuit vertrouwen dat ze dat niet meer kunnen zien, maar dan inderdaad voor de veilige keuzes gaan altijd. Mm-hmm. Want dat is, oké, nu gebeurt er dit, dan moet ik veilig, en dan schuif je me even opzij dat je niet meer je hart volgt en dan ga je voor veilige keuze. Maar volgens mij is de consequentie of hetgeen wat er inherent aan is, is altijd dat je er ongelukkig van wordt. Vaak in ieder geval, denk ik. En dus niet het beste uit je leven haalt en dus eigenlijk met een soort van, ja, ook weer angstiger wordt en niet vanuit vertrouwen gaat leven. Ja, ik denk dat de ganse samenleving op angst gebaseerd is. De meeste van de tijd. We zijn bang om geen inkomen te hebben als we geen vaste job hebben. Dat is een van de grootste angsten die mensen hebben. Dus daarom doen ze maar werk wat hen toch een bepaalde zekerheid kan geven. En doen ze vaak werk waar ze niet blij van worden. En daar loop je helemaal leeg van. Daar heb je geen energie meer van op het einde van de dag. Dus ja, dat overkwam mij ook. In het begin ben ik wel altijd geboeid als ik in een nieuwe sector kom om het te leren, maar eens ik het kan, dan heb ik wel andere uitdagingen nodig. En dat had ik totaal niet in de financiële sector. En waar ik het meeste ziek van werd, was van de structuur daar. Van de top-down structuur. Van de digitalisering die ik heb mogen meemaken en de onmenselijkheid naar klanten toe. Ja, heel commercieel ook. De aandeelhouders moeten blij blijven. Dus hoe mensen, hoe klanten zich voelen, dat was nooit belangrijk. Het was cijfers halen, dat was belangrijk. Mensen dingen kunnen verkopen, ook al voel jij jou daar zelf misschien niet echt 100% goed bij. Dat cijfer moet daar liggen op het einde van de dag. En ook ja, echt dat digitale agenda uitrollen. Als ik het nu zou ik het zo noemen, toen zag ik het toen nog niet op die manier. En dan echt zielige oude mensen moeten pushen om digitaal te gaan bankieren terwijl ze helemaal geen computer hadden. Dat soort zaken, dat voelde niet authentiek voor mij. Daar heb ik echt gevoeld van, dat klopt niet, daar voel ik mij niet goed bij. En, maar ja, je hebt het wel gedaan. Dus op een gegeven moment, ik bedoel, ja, op een gegeven moment moet je dus ook zelf daartegen aanlopen van, hey, dit werkt niet voor mij. Ja, ik denk dat heel veel mensen dingen doen waar ze zich eigenlijk niet goed bij voelen en dat daardoor heel veel mensen ziek worden en in burn-out geraken. Omdat je gewoon jezelf verloochent, je ziel verloochent en heel hard vanuit je ratio gaat leven en dus enkel de linkerhelft van je brein gaat gebruiken. Daar worden mensen gewoon ziek en moe van. Maar hoe is dat voor jou geweest dan op een gegeven moment? Want je hebt dat, ja, je moet die oudjes, die jasje eigenlijk een soort systeem in wat zij helemaal niet willen. Je voelt je daar niet helemaal zo lang bij, geloof ik dan op dat moment. Maar is er dan voor jou een moment geweest dat je dacht van, oké, nou, tot hier en niet verder? Of hoe is dat gegaan voor jou? Ik heb op een gegeven moment wel gevoeld dat er iets niet klopte tussen wat het beleid wou en wat er gebeurde op de werkvloer of wat ik zag. Ik had het idee dat de beleidsmakers niet echt zich bewust waren van hoe de klanten zich voelden. En op een gegeven moment voelde ik heel erg de noodzaak om die brug te slaan. Maar in een bank is de structuur zo log dat er boven jou, ik ga overdrijven, misschien nog 10 bazen staan. Dus je raakt nooit tot aan die top. En je wordt ook niet gehoord, want die personen boven jou houden je ook altijd tegen. En wanneer je ambitieus bent en dat soort gesprekken wil aangaan, dan voelen ze zich zelfs bedreigd door jou. Ze willen jou klein houden. En op een gegeven moment heb ik mijn stoute schoenen aangetrokken en ben ik boven alle bazen heen gesprongen naar de top. Dan heb ik echt gesprekken onderhandeld om dit soort zaken aan te kaarten en te zeggen, er moet iemand die rol op zich nemen om wat de echte realiteit is en wat jullie als beleidsvoerders uitschrijven, want jullie begrijpen niet wat er gaande is hier. Jullie zijn altijd maar orders naar beneden aan het sturen, maar eigenlijk werkt dat niet of voel ik dat het niet klopt en moeten we veel meer praten tegen elkaar. En die periode was zo stresserend en zo lastig voor mij dat ik eigenlijk midden in die onderhandelingen eigenlijk burn-out ben gegaan. Dus ik heb nooit
ja, geweten wat het zou geweest zijn mocht ik daar iets in bereikt hebben. Want ik heb een burn-out gekregen waardoor ik een tijdje niet kon werken. En ik zocht een uitlaatklep en ik heb toen in mijn blog geschreven over mijn burn-out. Hmm. Ik had al een blog waar ik schreef over gezonde voeding, dus ik was toen wel al met voeding bezig op dat moment. Hmm. Ik ontdekte toen al wat koolhydraatarm eten voor mij kon betekenen, maar ik was helemaal nog niet zo onderbouwd als nu. Dus ik had al een blog en op een gegeven moment dacht ik van, er is zoveel taboe rond burn-out, ik wil daarover schrijven. En mijn eerste blog waarin ik zogezegd, ja, ervoor uitkwam dat ik een burn-out had, die ging viraal. Ik ben toen ook in het Belgische nieuws geweest, in de krant verschenen. Dat was wel heel wat, want ik spreek nu over 6 jaar geleden. Toen was zelfs dat thema nog een groot taboe. Mm. Mensen zijn daar beschaamd, zeker hier in België. Je komt daar niet zomaar vooruit dat je niet meer kan, want mensen voelen zich zwak. Je moet zogezegd het tempo van de maatschappij maar kunnen volgen, anders ben je zwak. En mijn werkgever heeft mijn blog gelezen. En ze hebben daar toen ook juristen op gezet en ze hebben mij ontslaan. Wauw. Ja, omdat zogezegd, er was alle bewijs dat ik zogezegd mijn werkgever aan het zwart maken was. Dus zelfs daar ben ik toen in de media mee geweest van, let op wat je op sociale media deelt. Want kijk, het kan tegen jou gebruikt worden. Die persoon kreeg haar ontslag omdat ze zich geuit heeft over haar burn-out. Ik heb nooit de naam van mijn toenmalige werkgever vernoemd trouwens, maar zij vonden het genoeg dat ik eigenlijk vertelde hoe ik mij voelde. En ze zeiden ook, ja, mensen kunnen opzoeken wie je werkgever is. Dus eigenlijk onrechtstreeks is dat het bekladden van onze naam, wat jij hier doet. Dus ik heb midden in mijn ziekteverlof mijn ontslag gekregen. Wauw. Ja. Dus in plaats van, je kan dan als werkgever kan je 2 dingen doen, zou je denken. Je kan denken, oké, iemand heeft dus problemen ergens mee. Laten we kijken of we er kunnen helpen. Nee, wat doe je? Vervolgens ontsla je iemand die gewoon midden in een burn-out zit. Dat is wel een pittig gebeuren. Ja, maar ik had al gewoon een paar directeuren tegen de schenen geschopt omdat ik er was overgesprongen. En ik denk dat dat gewoon een wraakactie was, als ik heel eerlijk mag zijn. Ja, ja. Nou ja, uiteindelijk in principe misschien alleen maar beter. Het was een geschenk uit de hemel, hè, eerlijk gezegd. Want ja, daar was ik sowieso niet op mijn plaats. En heeft mij wel de ruimte gegeven om te ontwikkelen wie ik echt ben en wat ik echt wil zijn in dit leven. Hè. Ja, en hoe zie jij al die burn-outs nu dan? Want Ik heb het hier laatste tijd al over, dat burn-outs. Ik bedoel, waar hebben we het in godsnaam over? In wat voor een wereld leven wij? Dat mensen constant om de haverklap uitvallen en dan dat er een label opgeplakt wordt. Burn-out, ga maar even thuis zitten, ga maar even met een psycholoog praten. In het slechtste geval, of in sommige mensen, voor sommige mensen het beste geval, krijgen we wat antidepressiva erin gemikt. En dan, ga maar weer diezelfde werkvloer op die jou zo onwijs ongelukkig heeft gemaakt. En het gaat natuurlijk, vind ik, ben benieuwd naar jouw visie, maar verder dan de werkvloer. Het is gewoon, we zijn gewoon allemaal depressief geworden van het soort van systeem waar we in geduwd worden. En zeg maar, nou ja, alles eromheen. Dus de man niet meer mag zijn, de vrouw niet meer en alles wat erbij komt kijken. Al die agenda's eigenlijk die samenkomen, die maken ons volgens mij aardig depressief. Ja. En liggen denk ik ten grondslag aan al die burn-outs. En het enige wat we doen is een soort van zeggen, ja, oh nou ja, je hebt even te veel gewerkt. Ik bedoel, zo werkt het natuurlijk niet. Ach nee, dat is veel te kort door de bocht. Ik durf ook zeggen dat burn-outs niet alleen werkgerelateerd zijn. Het is eigenlijk, het begint zo vroeg al dat we eigenlijk een scheef gegroeide relatie krijgen met onszelf. En de ene persoon is daar gevoeliger voor dan de andere. En oké, er zijn veel systemen die daartoe bijdragen. En ik heb ook op een gegeven moment echt de rebel geweest, want ik was zo boos op de maatschappij en ik wilde daar ook echt voor opkomen, van dit kan niet en dit klopt niet. Maar ik ben gestopt met die strijd, omdat ik op een gegeven moment ook gewoon inzag van, eigenlijk is het 100% je eigen verantwoordelijkheid. Niemand ter wereld zegt dat jij bij die werkgever moet werken. Dus jij kan daar vertrekken als je er niet gelukkig van wordt. Jij bent uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor hoe jij jou voelt. En er is iets verkeerd met het systeem, dat is waar. Maar je moet uiteindelijk gewoon het lef vinden om eruit te stappen als je er niet gelukkig van wordt. En ik denk dat dat eigenlijk het belangrijkste inzicht is geweest voor mijzelf. Dat ik in mijn leven op alle vlakken zelf de verantwoordelijkheid heb genomen. Over mijn gezondheid, over hoe ik mijn werkleven wil inrichten. Over hoe ik gewoon in het leven wil staan. Dat is iets wat niemand anders voor ons kan doen. Dat moeten wij gewoon zelf doen. Ik vind het, ik voel dit enorm. Maar het eerste wat ik ook voel is zeg maar de reacties die ik er wel eens op krijg als ik dit soort dingen zeg.
Ja, jij zegt, je moet je verantwoordelijkheid nemen over je eigen leven. Dan kan je ook niet meer geraakt worden. En je moet het lef hebben om je weg te gaan bij je baan. Maar heel veel mensen voelen zich zo onwijs gevangen in hetgeen waar ze in gevangen zijn. Dus een hypotheek die ze moeten betalen. Daardoor denken ze dat ze een bepaalde baan nodig hebben om die hypotheek te kunnen betalen. Kinderen, whatever. Weet je kan het rijtje op blijven noemen en bij elkaar op blijven stapelen. En al die redenen die noemen zij waarop zij zich gevangen voelen. En dan kom jij even aan en zeg ja. Luister even, je hebt altijd de keuze. Je kan er een uitstappen als je wil. Ja, ik snap dat inderdaad. Ik heb ook zo al mensen tegen de borst gestoten door dat te zeggen. Ik begrijp dat ik dat tegen jou kan zeggen, maar dat sommige mensen zich hier misschien oncomfortabel bij voelen. Ik bedoel niet alleen dat je direct je job kan achterlaten. Voor sommige mensen kan dat inderdaad niet. Maar je kan wel altijd zelf kiezen hoe je naar de wereld kijkt. Hoe je over dingen denkt. En je kan die zaken aanpakken die wel al binnen jouw mogelijkheden liggen. Het is soms ook gewoon, hoe zal ik het zeggen? Op een gegeven moment begon ik gewoon ook in te zien dat ik, toen ik nog in die job zat, elke dag positievere gedachten kon creëren. En ook al voelde ik me vaak ongelukkig in die job, ik koos er soms voor om het geluk te halen uit de menselijke contacten die ik met mijn klanten had. En dan focuste ik mij op wat moois brengt het nu dat ik dit gesprek met die persoon kan hebben. Dus ik denk dat we daar ook de keuze in hebben. We hebben altijd de keuze over hoe denken we over situaties waar we in zitten en niet meteen uit kunnen, dan kunnen onze gedachten ons nog helpen om daar het beste van te maken. Want jij zegt net, je hebt op een gegeven moment dat inzicht gehad gedurende die periode. Ja. Maar hoe is dat precies voor jou gegaan dan? Want je had dat inzicht en wat zijn dan jouw vervolgstappen geweest waardoor je inderdaad besefte van, hey, ik kan dit inderdaad gewoon op deze manier aanpakken, bijvoorbeeld. Ja, dat groeit heel organisch, hè. Dat is niet dat je van vandaag op morgen dat besluit neemt. Het ontslag zorgt er natuurlijk wel voor een voldongen feit komt en dat je wel verder moet. Dus ik weet ook natuurlijk niet of ik het zo snel zou kunnen veranderen hebben, moest dat niet gebeurd zijn. Maar ik zie, niets in het leven is toeval. Dus ik geloof dat dit op mijn pad kwam om mij te helpen. En voor mij is dat daarom ook een heel spirituele ervaring. En als je op een spirituele manier naar de dingen kan kijken, dan kan je loskoppelen van de aardse angsten die we hebben. Dus dan ben ik gewoon heel hard in vertrouwen gegaan. Ik voelde dat al die zaken moesten gebeuren omdat er mij andere dingen in dit leven te doen staan. Dat voelde ik gewoon heel erg. En ik dacht van, ik ga vertrouwen op dat gevoel en de stappen zetten waarvan ik voel dat ik ze moet zetten. En ik heb onderweg heel veel angst gehad omdat ik heel veel zekerheden moest loslaten. Ik heb mijn eigen bedrijf opgestart. Ik wist ook in het begin helemaal niet of ik daar genoeg geld mee kon verdienen om de hypotheek af te betalen. Maar soms moet je de angst loslaten, denk ik, als je naar een andere realiteit wil. Want angst houdt je klein. Het is eigenlijk wat ik in mijn intro toevallig genoeg al zei. Ja. Stop met leven vanuit angst en ga leven op vertrouwen. En per keer dat je zo'n stap onderneemt, ga dan kijken wat je moet doen om bepaalde situaties te tackelen. En als je dat dan vervolgens doet op intuïtieniveau, dan ga je een manier vinden om daarmee om te kunnen gaan. En dan denk ik, groei je ook als mens enorm, hè? Ik denk dat het verhaal van intuïtie, dat is zo onderbelicht en zo onderschat. In alle problematieken die ik nu waarneem, is dat de meeste mensen in burn-out als ze gezondheidsklachten hebben, of hoe ze ook omgaan met deze coronaproblematiek, is eigenlijk allemaal gebaseerd op het feit dat mensen weinig voeling hebben met hun intuïtie. Dat ze niet meer vertrouwen op wat hun buikgevoel zegt en ze kunnen er eigenlijk niet meer bij. En dat is op zich niet helemaal de schuld van die mensen, want dat is hoe wij geprogrammeerd worden. Vanaf het moment dat wij de schoolbanken opgaan, dan wordt alleen de linkerkant van dat brein ontwikkeld. De linkerkant waar de wetenschap, de ratio, het analyseren. Dat is ook hoe het schoolse systeem eruit ziet. Als ik zie wat mijn kinderen op school te leren krijgen, dat zijn allemaal activiteiten die ontwikkeld worden door de linkerkant van de hersenen. En als kinderen jong zijn, dan is dat nog vrij in balans. Want kinderen die staan speels in het leven en die gebruiken hun gevoel en intuïtie. En dat is de rechterkant van het brein. Maar vanaf een jaar of 7, dan wordt dat stelselmatig op de een of andere manier losgekoppeld en gaan wij alleen nog maar die linkerkant ontwikkelen. En de verbindingen tussen de linker- en de rechter hersenhelft, die zijn natuurlijk superbelangrijk om jezelf in balans te voelen. Dat is wat ze bedoelen met yin en yang, met de energie van yin en yang. Ik denk gewoon dat als ik over die energieën mag praten, dat yin, wat staat voor de vrouwelijke kant, dat die zo weg is uit onze manier van leven. We zijn zo vermannelijkt in onze samenleving. Ik heb het hier voor alle duidelijkheid niet over geslacht, man of vrouw, maar
over de energie in yin en yang. Alles wat wij belangrijk vinden qua kwaliteiten in onze maatschappij, we zijn zo succesgebaseerd, alles is op cijfers gebaseerd. Dat heb ik ook bij mijn vorige werkgever gezien. Alles draait om de kwaliteiten van de linker hersenhelft. En van zodra het gaat over gevoel en over passief en over gewoon zijn, dan wordt het afgedaan alsof het niet belangrijk is. Kinderen worden... zij leren eigenlijk hun gevoel in twijfel trekken, want als kinderen volop in hun fantasie gaan, dan zijn het de volwassenen eerst die daaraan gaan twijfelen. Van wat jij nu gezien hebt, is bijvoorbeeld niet waar. Dus kinderen snijden zichzelf al af van hun gevoel. En dan, vooral als je gevoelig bent aan eigenwaarde en aan zelfwaarde, wat ik ben heel gevoelig daaraan. Dus ik heb eigenlijk gewoon gezien dat ik altijd bevestigd werd in mijn mannelijke kwaliteiten. Want ik was, in tegenstelling tot veel rebelse mensen, was ik vroeger alles behalve een rebel. Ik was gewoon een heel flink meisje die naar school ging en altijd heel hard haar best deed. En ik werd gewoon altijd bevestigd in die mannelijke eigenschappen. Als ik flink was, mijn best deed, als ik goed studeerde, als ik goede punten haalde. Dus dat zorgt voor een immense scheefgroei in ons brein. Wat en dat zijn mannelijke dingen omdat het competitief is? Of? Ja, wel, mannelijke eigenschappen, als je dat in yin en yang zet, dan is de mannelijke eigenschappen, dat staat voor zon, voor licht, maar ook voor cijfers, voor analyseren. Dat zijn mannelijke krachten en voor alle duidelijkheid, wij hebben die ook nodig. Het is niet dat slecht is, maar we hebben ook het vrouwelijke, het zachte stuk nodig. We hebben het ook nodig om te mogen voelen, om gewoon te mogen zijn zonder te presteren. Mannelijkheid is actie, is presteren. Vrouwelijkheid is zijn, is passiviteit. Hoe vaak hoor je niet als je gewoon bent en niets doet dat je lui bent? Hoeveel mensen voelen zich gewoon niet lui als ze niets doen? Daarom branden mensen op, omdat ze altijd in de actie zijn, omdat ze altijd aan het doen zijn, altijd aan het presteren zijn, nooit gewoon mogen zijn, nooit mogen voelen. En dat is voor mij... ja, die disbalans tussen de yin en yang, waar er eigenlijk het hele universum uit opgebouwd is, dat uit zich nu gewoon op die manier. Mm-hmm. Maar wat ik wel veel zie gebeuren, en misschien is dat wel iets anders hoor, is dat juist de mannelijke kwaliteiten van de mannen zoveel mogelijk worden afgestompt. Want het is niet meer een man zijn. Ik zei het net ook al kort heel eventjes, geloof ik. De man zijn de man niet meer, de vrouw zijn de vrouw niet meer. Is er wordt eigenlijk verwacht van een man dat hij veel vrouwelijker gaat zijn en handelen dan de echte mannen, weet je. En dat zie je ook door het vlees wat we eten. Alles, zeg maar, alles wat we tot ons nemen. Wat eigenlijk al onze mannelijke eigenschappen afzwakt naar een zwakkere man, weet je wel. En het komt ook bij dat je dat het is. Je ziet het gewoon, de metroman. En het echte man zijn is eigenlijk not done anymore. En geheel volgens agenda trouwens. Ja, ik snap waar je naartoe wilt. Al heeft voor mij yin en yang en mannelijk en vrouwelijkheid niets te maken met of jij nu een man bent en ik een vrouw ben. Want ik heb het u aan de telefoon gezegd. Ik vind dat jij best wel veel vrouwelijke energie hebt. En dat is de reden waarom jij een mens bent dat in balans bent. Jij volgt zo fel je intuïtie. Jij vertelde mij daarnet nog van... ik stap uit mijn angst en ik voel gewoon wat ik moet doen en dan doe ik dat. Dat is vrouwelijke energie, maar dat betekent niet dat jij daarom geen echte man mag zijn, hè? In wie jij bent. Dat gaat hier voor mij niet over de discussie, denk ik, waar je daarnet op aanstuurde, dat er inderdaad rond al die labels nu dat heel gevoelig ligt. Dat is vooral onze neiging om mensen altijd in hokjes te willen stoppen. En ja, ik weet eigenlijk ook niet waar dat vandaan komt, maar ik denk dat... het is altijd gevaarlijk, weet ik, als ik over yin en yang praat, als ik de begrippen mannelijkheid en vrouwelijkheid gebruik, omdat ik dan meestal dat soort discussies daarmee uitlok. Maar het heeft voor mij helemaal niets met ons geslacht te maken, maar met om bepaalde krachten die in het universum aanwezig zijn, die zich ook uiten in ons als mens, die je kan verdelen als linker, rechter, hersenhelft, en hoe die twee hersenhelften uit balans zijn, omdat we inzoomen op één stuk maar daarvan. Maar of dat dan nu mannelijk of vrouwelijk wordt genoemd, doet daar eigenlijk niet zoveel ter zake. Het gaat er gewoon... Ik wil ervan uitgaan dat we als samenleving uit balans zijn en dat daarom zoveel mensen opbranden en zoveel mensen ziek worden. Ja, nou, goed dat je dat nog eventjes uitlegt. Want ik vind dat je zei het net al, bij die kids wordt het er eigenlijk al uitgeramd. En dat zie ik ook wel echt gebeuren, ja. Dat die... Nou, en eigenlijk, dat kan ik me ook zelf wel herinneren van vroeger mijn schoolperiode, waar ik niet me het meest thuis heb gevoeld, zeg maar.
Dat overigens wel gewoon gedaan allemaal, maar met hier en daar wat rebelse uitstapjes. Maar je wordt gestuurd richting een bepaald iets eigenlijk. En een echte creativiteit en zo, dat wordt uitgesloopt. En het is inderdaad te lezen wat hier staat. En zorg dat je de beste punten haalt. En zorg vooral dat je die diploma's haalt, want zonder diploma's doe je dit niet toe. Ja. En ik denk dat het bij als kind wordt er al ingeramd. Ja, en de basisschool en dat soort dingen allemaal. Ik denk dat je, ik weet niet hoe jij dat ziet, maar ik denk dat je veel beter zou kunnen kijken naar de individuele talenten van het kind bijvoorbeeld. Of ontwikkeling van het kind. In plaats van dat je gaat stampen in een bepaalde richting. Absoluut. Ja, daar heb je 100% gelijk in. Ik denk dat ieder kind zijn of haar talenten heeft. En ja, natuurlijk, het schoolsysteem is eng en je moet binnen dit hokje passen. Ik heb nu een zoon van 8 jaar en hij kreeg sinds vorig schooljaar het labeltje ADHD, omdat hij natuurlijk niet in dat hokje thuis hoort. Hij heeft te veel energie. Het is een zeer creatief, energiek kind en hij houdt niet van rekenen en van lezen en van schrijven. Ik denk dat hij dat gewoon heel saai vindt, maar dan komt hij thuis en dan maakt hij de meest indrukwekkende strips en dan maakt hij video's en dan danst hij. Hij is gewoon een heel creatief kind. Maar daar is geen ruimte voor in het onderwijssysteem. En dan krijg je het gevoel dat er iets mis is met hem. Hij moet het label krijgen. En voor zijn goed ga ik er tot een bepaalde hoogte mee, omdat ik natuurlijk niet wil dat hij zich uitgesloten gaat voelen. Maar ik als moeder begrijp heel goed dat het niet zijn probleem is, maar een probleem van het systeem waar hij moet inpassen. Eigenlijk al, het is natuurlijk hetzelfde met die burn-outs weer eigenlijk. Hè. Dat kun je gewoon inderdaad met het ADHD. Dat zie je zoveel mensen die zich nu ook zeg maar los durven te wurmen van wat er allemaal gebeurt. Er zijn veel mensen die vroeger, ik bedoel, niet cijfermatig heb ik dit gecheckt, maar veel van mensen in mijn omgeving die inderdaad vroeger het label ADHD hebben opgeplakt gekregen. Omdat ze eigenlijk al destijds niet helemaal in dat systeem pasten waarin iedereen maar constant wil dat je ingetrechterd wordt. Ja, dat is het probleem volgens mij ook. Wij hebben helemaal die labels niet nodig. Dat is gewoon een energiek, enthousiast kind die heel creatief is, punt. En ja, hij vindt dat niet leuk om te rekenen en te lezen en te schrijven. En dan horen we wel, ja, maar hij moet het wel kunnen. Tot op een bepaalde hoogte inderdaad, om mee te draaien in de samenleving, moet hij het kunnen. Maar ik denk wel gewoon, als hij ouder wordt, dat we vooral op zijn talenten gaan inzetten. Ja, nou ja, dat zou toch... Wat voor maatschappij zou je krijgen op het moment dat je inderdaad niet meer de kinderen in een trechter stopt en er een soort van bepaalde massa weer toch uit wil krijgen? Dat je echt gaat kijken naar wat wil dit kind nou en waarin wil of kan hij excelleren? En je gunt hem om dat, of haar om dat pad te belopen. Als iedereen dat toch zou doen, hoe compleet anders zou deze maatschappij eruit zien? Ja. Je zit natuurlijk met die overheidsstructuren die heel log zijn. En je merkt dat logge structuren zeer moeilijk zijn om die te veranderen. Dus opnieuw, het is zinloos eigenlijk om daartegen te gaan vechten. En dan denk ik van, laat ons zelf gewoon kijken wat wij zelf kunnen doen daaraan. Hè. Helemaal mee eens. Ik denk dat in deze tijd het allerbeste is wat je kunt gaan doen. Vergeet de logge systemen en zelf aan de slag. Hey, op een gegeven moment na jouw burn-out, want ik wil er toch even terug heen. Je hebt dat allemaal gehad met die brief en je werkgever en je bent eruit. En je was al aan het schrijven over gezondheid. Maar er is nog wel volgens mij een behoorlijk gat tussen dat moment en het moment dat je 2 boeken hebt geschreven erover en een ander bedrijf hebt ja, gestart. Dat is toch wel 3 jaar minstens dat daartussen zit. Ik schreef inderdaad eerder op die blog al over gezondheid. Mijn moeder is iemand die altijd met gezondheid bezig was. Dus ik ken dat wel van kinds af aan, maar tegelijk komen we ook uit een heel Bourgondische familie. We hebben 2 restaurants in de familie. Dus dat is mij ook weer al met de paplepel ingegeven. Het graag eten. En ja, als je denkt aan Bourgondisch eten in een Vlaams gezin, dan is dat niet altijd zo gezond. Dus ik had een hele gezonde moeder, maar dan een stuk van de familie die dan veel minder gezond was. Dus ik heb ook wel... Ik vond het altijd heel lastig om te kiezen. Moet ik nu kiezen voor de gezonde weg of wil ik nu gewoon genieten van eten? Dat is toch altijd wel een worsteling geweest. Maar op het moment dat ik ziek werd, zei iets in mij wel van oké, de meest tastbare vorm van energie, dat is wat ik eet. Dus hoe kan het nu dat ik mij zo opvoel? En moet ik er misschien ook wel nog bij vertellen dat ik in gans die periode ook heel wat andere klachten begon te krijgen. Een burn-out komt meestal niet alleen met vermoeidheid. Ik had daarnaast ook een heel extreme vorm van psoriasis ontwikkeld. Ik denk dat er 1000 vlekken op gans mijn lichaam stonden. En de medische wereld wist daar geen raad mee. Het was zo extreem
dat ik op een gegeven moment in de bank geen klanten meer kon ontvangen. Ik zag er gewoon niet uit. En dan moest ik lichtbestraling krijgen en dan gaven ze mij cortisone. En iedere keer als ik aan die arts vroeg, waar komt dit vandaan? Dan kreeg ik het antwoord, wij hebben daar nog geen wetenschappelijk bewijs voor. Dus ze gingen die vraag altijd uit de weg. En ik vond dat zo frustrerend, want ik dacht, daar moet toch een oorzaak zijn dat ik dit heb en dat ik tegelijkertijd zo moe ben. Ik was amper 28 jaar. Ik vond het niet logisch dat ik als jonge vrouw opgebrand was en zoveel klachten had. Ik had daarnaast ook een geschiedenis van heel veel keelontstekingen, want ik heb geen mandelen meer. Mm. En blaasontsteking was ook iets wat ik altijd kreeg. En ik wilde gewoon al die puzzelstukjes begrijpen. Ik had zoiets van, volgens mij is daar allemaal een link tussen. Want ja, in de klassieke geneeskunde wordt elk probleem apart gezien. En heb je voor elk orgaan een aparte arts die daarin gespecialiseerd is. Maar dat klopte op dat moment voor mijn gevoel ook niet. En toen dacht ik van, het enige waar ik nu ervaring mee heb, is dat ik weet, als ik minder koolhydraten ga eten, dat ik mij energieker ga voelen. Want dat wist ik uit het verleden al, dat had ik ooit al gedaan. Dus van minder suikers te eten, kreeg ik meer energie. En dat was de eerste stap die ik zette tijdens mijn burn-out. Dat was wat ik al kende. Mm. Dus ik stopte met suikers eten en ik deed een 30 dagen suikerdetox. En ik deelde dat ook allemaal op mijn blog. En er deden heel veel mensen die ook burn-out waren mee met mij. Want ik had een VZW opgericht. Burn-out Vlaanderen heette dat toen. Dat was een Facebookgroep. Ik ben nu er allemaal af. Ik zit eigenlijk bijna niet meer op Facebook. Maar in die tijd was dat wel de plek waar ik mij kon verbinden met gelijkgestemden. En we deden samen allemaal die suikerdetox. En ik begon ook wel te merken dat mensen geïnteresseerd waren in mijn visie op voeding. Want als je in de burn-out-wereld terechtkomt, dan krijg je al heel snel gewoon het psychologische labels. Van inderdaad, je moet met een psycholoog gaan praten. Maar dat klopte naar mijn gevoel niet, want ik voelde me vooral fysiek uitgeput. Het was niet alleen een psychologisch probleem, dat was ook een fysiek probleem. En ik was toch een van de eerste die het bewijs wou leveren dat er echt wel een relatie bestaat tussen hoe wij ons voelen en welke ziektes dat wij krijgen en voeding. En na die suikerdetox begon ik mij nog verder te verdiepen. En dan kwam ik op een gegeven moment bij de darmgezondheid terecht. Ik vond zoveel recent onderzoek waarin aangetoond wordt dat er een rechtstreeks verband is tussen de darmen en de hersenen, want er is ook een rechtstreekse verbinding tussen de darmen en de hersenen. En in onze darmen worden maar liefst 60 hormonen aangemaakt, waarvan de gelukshormonen. En heel wat van mijn klachten kon ik daarin herkennen. Hè. Het niet daadkrachtig in het leven staan, het angstig zijn voor verandering, het niet durven mijn eigen leven in handen nemen, dat koppel ik aan het hormoon serotonine. En serotonine wordt voor 90% in de darmen aangemaakt. Dus er ging een heel... Serotonine, volgens mij heb ik het heel kort even gehad, maar serotonine, het stofje wat dus ook bijvoorbeeld door MDMA, in Nederland, volgens mij in België ook wel veel gebruikt door veel feestgangers. Het stofje wat dan extra gaat aangemaakt worden, door je gelukkig voelt en blij voelt en blabla, dat wordt in je darmen aangemaakt. Ja, 90%. Wow. In je darmen. En je kan dat eigenlijk door je darmen te herstellen en door gezond te eten, kan je dat op natuurlijke wijze aanmaken. Maar dat is ook wat ze bijvoorbeeld in antidepressiva stoppen. En dan gaan ze ook bijvoorbeeld mensen met een burn-out antidepressiva geven, maar dat heeft eigenlijk totaal geen zin. Dus ik was heel snel een pleiter om dat te gaan doen, om het darmklimaat te herstellen. Omdat ik er eigenlijk van overtuigd was dat de meeste van mijn klachten daaruit verder kwamen. Ik ging toen ook onderzoeken wat er met de darmen aan de hand is zonder dat ik buikpijn had. Want veel mensen denken, ja, ik heb eigenlijk nooit buikpijn, dus dan heb ik wel geen darmklachten. Ja, mijn psoriasis, dat was een rechtstreeks gevolg van mijn darmklachten. Want wat gebeurt er in de darmen? Daar worden voedingsstoffen verteerd. En er zijn bepaalde voedingsstoffen die heel hard gepromoot worden als gezond in onze samenleving, die eigenlijk voor de darmen echt niet zo gezond zijn. Ik heb het over eiwitten, zoals gluten en caseïne uit melk. Voor de darmen is dat zeer lastig om te verteren. In die mate dat het aan de darmwand blijft kleven. En als dat voor lange tijd gebeurt, dan ontstaat er natuurlijk een ontsteking. En dan krijg je ook gaatjes in de darmwand. Dat wordt ook wel het leaky gut syndrome of het lekkende darmsyndroom genoemd. Mm. En die gaatjes gaan ervoor zorgen dat er partikelen in de bloedbaan terechtkomen die daar eigenlijk niet thuis horen. En daar gaat het immuunsysteem gaan op reageren. Dus dan krijg je een actief immuunsysteem. En wat is psoriasis? Een auto-immuunreactie. Heel veel klachten zijn eigenlijk een reactie van het immuunsysteem. Ook overdreven moeheid is eigenlijk het gevolg van een constant actief immuunsysteem.
Het is zo dat we evolutionair gezien is ons immuunsysteem het allerbelangrijkste systeem, het allerbelangrijkste programma. En als ons lichaam tussen alle functies mag kiezen, vetverbranding, of het moet kiezen tussen het immuunsysteem aanzetten, dan gaat het immuunsysteem altijd voorrang krijgen. Dus al de energie van het lichaam gaat altijd in de eerste instantie naar het immuunsysteem. Dus van zodra dat jij een actief immuunsysteem hebt, een chronisch actief immuunsysteem, dan verlies je natuurlijk heel veel energie om andere dingen te doen. En dan kom je ook bij een andere problematiek waar ik heel vaak mee geconfronteerd word. Mensen die altijd op dieet zijn, maar niet kunnen afvallen. Mm. Ze doen elk dieet en ze blijven zwaarlijvig. Maar wie een actief immuunsysteem heeft, het lichaam heeft de energie niet meer om aan vetverbranding te doen, omdat het immuunsysteem altijd voorrang krijgt. En dat is een zeer groot onderbelicht verhaal, wat ik nu ook tijdens heel deze coronacrisis uitgebreid heb willen communiceren met mijn klanten. Zorg ervoor dat je geen chronisch actief immuunsysteem hebt. Hmm. Want dan ben je gewoon veel zwakker. Het immuunsysteem is er eigenlijk voor gemaakt om aan- en uitgezet te worden, maar enkel aan te zetten als het echt nodig is, als we echt zouden bedreigd worden. Maar het immuunsysteem gaat ook aan van chronische stress. Dus mensen die zich heel gestresseerd voelen, die hebben ook een actief immuunsysteem. Maar dan zijn er ook bepaalde voedingsstoffen die het immuunsysteem triggeren. Ik vind dat, voordat we daar straks iets over vergeten, ik vind dat wel een hele belangrijke. Is wat je net zegt, is dat stress zo slecht is voor je immuunsysteem. Wat bijna eigenlijk altijd wordt weggestopt als fabeltje of zo. Of eigenlijk wordt ondergesneeuwd. Maar dan moet je eens nagaan, weet je wel. Wat de afgelopen jaren is gebeurd. En niet eens afgelopen jaar, maar afgelopen jaren. Maar zeker afgelopen jaar met de angst voor een virus wat waarschijnlijk niet bestaat. Angst voor klimaatverandering die niet veroorzaakt wordt door de mens. Weet je wel, al die mediacampagnes over al die verschillende onderwerpen maken ons enorm angstig en stressvol. Een maatschappij die een wetwezen is, waardoor je constant in de stress zit. Je wordt mega vatbaar voor van alles en nog wat aan verschillende ziektes. En die ziektes zijn natuurlijk uiteindelijk weer goed voor de farmaceutische industrie. Dat houdt elkaar lekker in stand zo. Absoluut, want dan moet je ook weten, alle ongezonde voeding, waar ons immuunsysteem ook actief op gaat. Ja, de mensen die aandelen hebben in die voeding die zo slecht is voor ons, dat zijn dezelfde mensen die de aandelen hebben in de farmacie. Dus uiteraard willen zij niet dat wij gezonder worden. Want stel je voor dat iedereen binnenkort weet hoe het immuunsysteem werkt en hoe wij zelf voor ons immuunsysteem kunnen zorgen, dan hebben wij natuurlijk veel minder medicatie nodig. En ik denk dat vooral mijn boodschap van de voorbije tijd is geweest. Begrijp hoe het immuunsysteem werkt. En ga inderdaad veel rustiger leven, stressvrijer leven. Vul je leven in zoals het goed voelt voor jou. Blijf dicht bij je hart. En tegelijkertijd ga op je voeding letten. Zorg ervoor dat al die immuuntriggerende voedingsstoffen uitgeschakeld worden. In mijn geval was dat stoppen met brood eten. Zoveel mogelijk melkproducten schrappen. Ook geen suikers gaan eten. En ja, dan is er nog het verhaal van de vetten, van de omega-vetten, wat ook zeer onderbelicht is. Mm. Bepaalde vetten die zetten het immuunsysteem aan en dan heb je vetten nodig die je terug uitzetten. Ja, dat is bijna geen enkele dokter vertelt het. Hoeveel artsen zouden er omega-3 voorschrijven bij mensen die chronische ontstekingen hebben? Weinig. Ja, omega-3 zorgt ervoor dat het immuunsysteem terug uitgaat. Het is omega-6, wat eigenlijk in de meeste voeding wel zit, die het immuunsysteem actief maakt. Ik zat van de week met een arts te praten en ik vroeg eens aan hem van, hoe zit dit eigenlijk met voeding op jullie opleiding? Want een arts die heeft volgens mij een opleiding van minimaal 8 jaar of zo, voordat je echt zeg maar arts mag zijn. En volgens mij zei hij letterlijk een week. Ja, die krijgen dat niet. Ik heb mijn eigen huisarts zei het ook een paar jaar geleden tegen mij. Ik weet niets over voeding. Vind ik heel bizar. Het is toch zo bizar, want als je kijkt wat er allemaal meekomt met voedsel en wat er allemaal mee samenhangt, krijg je als arts zijnde 1 week iets te leren over voeding. Ja. Nou ja, toen ik dat hoorde, dacht ik, nee, ik wist dat het dramatisch was. Ik dacht, maar zo dramatisch, dat kan je je niet voorstellen. Nee, dat is inderdaad erg. En daarom is het ook opnieuw weer, hè. Ja, die eigen verantwoordelijkheid nemen en het zelf uit te zoeken. En niet, ja, ik hoor zoveel mensen die nog zo afhankelijk zijn van het advies van een arts. Omdat natuurlijk, ja, artsen worden heel hoog geprezen in onze samenleving. En soms is dat ook echt wel nodig. Ik wil zeker niet zeggen dat elke arts slecht is of dat ze niks nuttigs doen. Ze doen in sommige gevallen zeker nuttige dingen. Maar wat ze vooral kunnen, is symptomen bestrijden. Mm. En dat is natuurlijk weer al
in het belang van de farmacie. Wat veel nuttiger is, is om preventief te gaan werken. En heel veel nieuwe tijdziektes, die kan je gewoon heel gemakkelijk oplossen met levensstijl. Hmm. Ik wil nog even naar je tijdlijn terug, hoor. En dan volgens mij zijn we bijna door je tijdlijn heen. En dan kunnen we over al die verschillende dingen gaan praten. Maar want op een gegeven moment dus na je burn-out, en dat je dus wel over gezondheid aan het schrijven was en dergelijke, ben je wel nieuwe opleidingen gaan doen dus? Ja, ik heb verschillende opleidingen gevolgd. Natuurvoedingsdeskundige, orthomoleculaire voeding. En dan heb ik ook in Nederland bij een darmarts chronische darmziektes geleerd. Hmm. Ik heb eigenlijk nooit al mijn opleidingen bij één instituut willen volgen. Om de heel eenvoudige reden dat ik geloof dat ieder instituut weer zijn of haar agenda heeft. En dat er ook wel weer één iemand is die bepaalt wat er in die opleiding aan bod moet komen. Dus ik zou in principe nog veel meer diploma's in dit domein kunnen halen. Ik heb daar bewust voor gekozen om dat niet te doen. En om zelf te kiezen wat ik lees. En om heel kritisch daarbij te blijven. Omdat er over voeding zoveel gezegd en geschreven wordt. Dat is denk ik een van de meest voorkomende opmerkingen, dat mensen heel hard in de war zijn. En hey Elke, hoe moet ik nu geloven dat wat jij zegt waar is? Want die zegt iets helemaal anders. En dat klopt ook. Ik vond het heel belangrijk om bij mijn eigen waarden te blijven en te gaan ervaren met mijn eigen lichaam wat het voor mij kon betekenen. Mm-hmm. En ik heb het natuurlijk ook bij ondertussen duizenden mensen gezien wat het voor hen kan betekenen. Dus ik heb zoiets van, probeer niet altijd die bevestiging te zoeken in literatuur en in wetenschap en in dokters. Dat is weer de neiging van ons linkerbrein. Ons linkerbrein wil alles in hokjes plaatsen. Ons linkerbrein wil alles rationeel verklaren, maar ervaar het gewoon. Voel het, doe het. Mm-hmm. Dus om terug naar de tijdlijn te keren, is jouw vraag wellicht hoe ik dan kwam van het delen van mijn kennis tot het schrijven van boeken en het hebben van een bedrijf. Ja. Ja, dus ja, toen ik mijn ontslag kreeg, dacht ik van kijk, ik zit hier nu toch in die wereld van burn-out. En ik heb zoveel mensen die van mij willen weten wat ik doe met mijn voedingsverhaal. Ik ga gewoon een eigen bedrijf oprichten. En ik ga mij specialiseren in de link tussen voeding en energie. Dat heb ik 3 jaar lang gedaan. Mijn bedrijf heette dus hiervoor Elke Dag Energie. Omdat ik echt zelf op zoek was naar meer energie in mijn leven. En ik deelde dat proces. En dat was vooral dus geluk in je buik is daar de eerste weergave van wat ik geleerd heb op vlak van energie en voeding. En hoe dat gelinkt is met de darmen. Hoe dat gelinkt is met de bijnieren. En met de bloedsuikerspiegel. Dat zijn eigenlijk voor mij de 3 principes die energie-gerelateerd zijn. En dan heb ik ook recepten ontwikkeld die bij dat systeem van leven horen. Dus ik heb eigenlijk voor 3 jaar vooral voedingsadvies gegeven online. Voedingsprogramma's gemaakt voor mensen die darmklachten hebben, mensen die energieproblemen hebben, om op basis van voeding de fysieke energie terug te herstellen. Hmm. En ik heb eigenlijk zelf tijdens mijn burn-out ontdekt dat, zoals ik al zei, brood niet goed was voor mij, dat ik minder koolhydraten wou eten. Dat is dan het bloedsuikerspiegelverhaal. En ik ontdekte ook de superfood alg spirulina. Dat is door alternatieve artsen wordt dit bij burn-out vaak voorgeschreven als supplement. Omdat spirulina eigenlijk zo wat alle essentiële voedingsstoffen bevat die je zou nodig hebben. Er wordt ook wel eens gezegd dat de mensheid zou kunnen overleven op spirulina alleen. Er zit gewoon alles in. Het is oeroud, zo oud als de aarde. Het is een heel oude alg waar je gewoon ook zoveel eiwitten binnenkrijgt op een plantaardige manier. En je krijgt er energie van spirulina te nemen. Maar op een natuurlijke manier, zonder dat je echt medicatie nodig hebt. Maar ik ben iemand die nogal nonchalant is in supplementen slikken, dus ik vergat dat altijd. En mijn moeder maakte van die heerlijke low-carb crackers voor mij op basis van zaden. En ik dacht van, hey, als ik nu die spirulina daarin gooi in poedervorm, dan heb ik het meteen binnen. En daar ontstond het recept van de spirulina crackers. En dat gaf ik ook later door aan mijn klanten. Maar mijn klanten waren mensen die altijd moe waren. En die vonden het te vermoeiend om al die speciale ingrediënten overal te gaan zoeken. En om het zelf te moeten gaan uitzoeken. En het is ooit al lachend gebeurd. Van, hey Elke, waarom maak jij die crackers niet voor ons? En op een heel zot moment ben ik dat dus gewoon gaan doen. Hmm. En dan heb ik mijn woning gedeeltelijk omgetoverd in een bakkerij. En dan dacht ik, ja, dat is inderdaad. Ik geloofde gewoon in het concept. Want ik geloof ook dat brood voor de meeste mensen echt niet goed is. Maar er zijn zo weinig goede alternatieven. En ja, de meeste mensen die nemen dan allerlei supplementen en vitaminen. En in die spirulina, dat is een multivitamine, een natuurlijke multivitamine. Dus ik had zoiets van, als ik voor hen dat kan maken wat hun lichaam zo voedt en hun darmen herstelt,
kunnen zij op zo'n makkelijke manier gezond worden. Het enige probleem was natuurlijk dat ik zelf niet zo blij werd van crackers te staan bakken. Dat is niet echt mijn missie. Mijn moeder heeft eigenlijk de meeste crackers gebakken. Zij heeft daar echt voor opgeofferd om mij daar enorm mee te helpen. Maar dat is zo boven ons petje gegroeid op een gegeven moment. Wij hadden abonnees die dan elke maand een pakket kregen. En wij moesten daar een wachtlijst op zetten. Dus wij konden eigenlijk niet iedereen bedienen. Dat was veel te groot voor ons. En ja, dan kom je opnieuw met, oké, ik heb wel een missie en ik wil wel mensen gezonder maken, maar het is wel niet de bedoeling dat ik activiteiten aan het doen ben waar ik zelf niet blij van word. Tot dat besef kwam ik. Dat is wel een mooie ook, hè, met wat je net zei. Is dat ook, luister dus naar je hart en luister naar wat je gevoel zegt, in plaats van dat je zelf voorbij gaat lopen. Want dat kan ook nooit de bedoeling zijn, ook al ga je voor het goede. Ja, absoluut. En dan, ja, ik ben nog een paar keer af mijn pad gegaan, hoor. Het is niet dat ik in één rechte lijn naar dit ben gekomen. Af en toe ga ik nog eens van pad en moet ik terug herinnerd worden van, hey, keer eens terug naar de essentie. En ja, die bakkerij, dat was een heel mooie missie. En mensen waren heel hard van onze spirulina-cracker. Jij daarnet trouwens ook, heb ik gemerkt. Ja, het was super lekker. En ik dacht van, wat kan ik doen om ervoor te zorgen dat ik veel meer mensen daarmee kan bereiken? Want nu ben ik gelimiteerd. Niet iedereen kan die crackers kopen. Dat is al een kei grote zonde. En ik wil hier geen duizenden crackers per maand staan bakken. En toen kwam corona en viel de wereld zo plat op zijn gat. En dat was ook de periode waarin ik nog helemaal meeging, trouwens, met het verhaal waarop ik nog helemaal niet door had. Wat ik nu wel door heb. En toen dacht ik, nu mijn kinderen toch thuis onderwijs krijgen en dat ik een heel laag tempo heb, ga ik een nieuw bedrijf oprichten. Ik ga ervoor zorgen dat ik dat product waar ik nu zo hard in geloof, dat ik dat toch kan aanbieden, maar op een manier dat past bij wie ik ben en hoe ik wil ondernemen. En toen kwam ik tot het idee om bakmixen op de markt te brengen. Dus eigenlijk de receptuur met alle ingrediënten in bakmixen te stoppen. En daar dan ook nog alternatieven bij verzinnen. We hebben dus ook een granola en een brood ontwikkeld, omdat de meeste van onze klanten toch ja, altijd het meeste zin hebben naar brood. Dat willen ze het liefst niet opgeven in hun lifestyle. En dan hebben we, mijn moeder heeft dat vooral gedaan. Ik zei het al, we komen uit een gastronomische familie, dus dat heb ik gelukkig ook wel mee, dat het op gastronomisch vlak uitgebalanceerd is, maar dat mijn ortomoleculaire kennis er dan in zit, hebben we dat zo ontwikkeld. En dan heb ik 6 maanden tijd er alles aan gedaan om elke dag energie eigenlijk te gaan vervangen door goodness lifestyle. En toen dacht ik van, nu ga ik helemaal mijn hart volgen. Nu wil ik ondernemen op een manier waar ik blij van word. Ik word van heel veel activiteiten in mijn bedrijf niet blij. Dus ik ga mensen aanwerven. Dus in die tijd heb ik het merk op de markt gebracht. Hebben we alles qua design gedaan. En heb ik ook mensen aangeworven die dan alle taken in mijn bedrijf kunnen doen dat niet mijn talent zijn. Zodat ik mij kan focussen op de dingen die wel mijn talent zijn. En ja, dan bleek plots dat die corona serious business was en dat heel de wereld daar helemaal door beheesterd was. Net op het moment dat ik dus die crackers wou gaan lanceren. En die prik was er toen nog niet. En ik had zoiets van, mensen zijn nu zo bang. Een immuunsysteem, dat is zo'n groot verhaal. Dus ik heb eigenlijk de crackers ontwikkeld samen met een volledige videotraining over het immuunsysteem. En ik had niet kunnen voorspellen wat er toen gebeurd is, want wij waren gewoon constant uitverkocht. En die fabrikant, we hebben een fabrikant die dat maakt voor ons, die kon niet mee met de bestellingen. Dus dat groeide natuurlijk boven mijn hoofd en dat was ook heel stresserend. Ik heb eigenlijk een heel stresserend jaar achter de rug om dit merk in de wereld gezet te krijgen waar ik zo hard in geloof. En om tijdens, van 2019 tot nu heb ik dan ook nog die 2 boeken geschreven. Dus geluk in je buik, ja, dat wilde ik gewoon. Dat heb ik gelijktijdig met mijn bakkerij trouwens gedaan. Ik heb vaak meerdere projecten naast elkaar gedaan. Ik noem mezelf wel graag een seriële ondernemer. Ik heb die uitdaging nodig, maar tegelijkertijd word ik ook wel vaak, ja, vind ik het vermoeiend om zoveel tegelijkertijd altijd te willen doen. Dus dat moet ik heel hard bewaken, hoor, nog altijd. Maar geluk in je buik was een beetje mijn geschenk aan alle mensen die in het verleden al mijn voedingsprogramma's over energie hebben gevolgd. Voor mensen die willen begrijpen, welke hormonen zijn er nu allemaal betrokken bij dit plaatje? Wat is het belang nu van de darmen? Hoe zit het inderdaad nu met de bloedsuikerspiegel? En een begrip dat heel grote taboe is in de klassieke geneeskunde is de bijnieren. Burn-out wordt ook wel bijnieruitputting genoemd. Ik weet niet of je daar al van gehoord hebt. Nee, leg het uit alsjeblieft. Ja. Wanneer we veel te veel van het stresshormoon cortisol aanmaken,
En dat wordt vooral aangemaakt in de bijnieren. Dan raken de bijnieren zo verzwakt en uitgeput dat je daar een burn-out van krijgt. En ja, hormonen die communiceren met elkaar, dat is gelijk een kaartenhuisje. Hè. Als je met één hormoon iets aan de hand hebt, dan volgen de rest van de hormonen ook. En de grootste eye-opener was voor mij dat er een connectie is tussen insuline en cortisol. En insuline is het hormoon dat wordt aangemaakt als we suikers en koolhydraten eten. Dus de bloedsuikerspiegel die werkt ook samen met cortisol. Dus ik begon plots ook te begrijpen waarom zoveel mensen met burn-out in de ochtend, vooral in de ochtend, extreem uitgeput waren en dan weer een piek kregen en dan weer. Dat dat weer daalde. Dat is exact hoe cortisol werkt. Wij krijgen een boost cortisol in de ochtend omdat wij energiek onze dag moeten starten. Maar bij mensen die uitgeput zijn, is die bijnier te uitgeput om cortisol aan te maken. Dus die zijn moe. Ook al hebben ze een ganse nacht geslapen, die batterij raakt eigenlijk niet meer opgeladen. En wat doen mensen die moe zijn? Die grijpen instinctief naar suiker. Want suiker is voor het lichaam de snelste weg naar energie. Maar wat ze natuurlijk niet begrijpen, is dat ze daar nog vermoeider van worden. Want een bloedsuikerspiegel die razendsnel stijgt en dan terugzakt, die maakt je nog vermoeider. Dus dat is eigenlijk wat ik in kaart wil brengen in mijn boek Geluk in je buik. Die hormonen die allemaal met elkaar communiceren en hoe dat ervoor zorgt dat je moe bent. En spirulina is een van de algen die door artsen die geloven in bijnieruitputting wordt aanbevolen als je bijnieruitputting hebt. Dus spirulina wordt door alternatieve artsen voorgeschreven als je bijnieruitputting hebt. Mega interessant. Maar dus eigenlijk zeg je dat vanuit je buik en vanuit je alles wat daar gebeurt, dat dat een van de grootste dingen is wat er vervolgens dan allemaal uit voortkomt. Ja, onze darmen zijn onze tweede hersenen. En het is vooral de communicatie die van de darmen naar de hersenen gebeurt. En de meeste mensen denken dat het misschien net andersom is, maar 90% van de communicatie verloopt van de darmen naar de hersenen. En niet andersom. Onze buik screent alles. Niet alleen voeding, maar ook alles wat er gebeurt. Dus ik ben er echt van overtuigd dat ik in staat ben om dit, om deze periode, die voor heel veel mensen moeilijk is om daar voeling mee te krijgen, dat ik nu wel in staat ben om daar voeling mee te krijgen, omdat ik gans mijn darmklimaat heb aangepakt. Omdat ik zuiver en puur eet. En voor mij staat zuiver en puur eten gelijk aan een spirituele ontwaking. Alle toxines vallen weg. Je derde oog gaat open. En je gaat daardoor echt veel meer connectie maken met de realiteit. En dat is ook de rol van de darmen. We zeggen niet voor niets het gut instinct of het buikgevoel. Je buikgevoel, en ik noem het graag buikgeluk, start enerzijds met wat je eet qua voeding, maar ook hoe jij in staat bent om naar jouw instinct te luisteren, wat dat ook in jouw buik zit. Dus je intuïtie bedoel je? Je intuïtie, ja. Ja, hoezo zit dat in je buik dan? Ja, ze zeggen toch het buikgevoel. Onderbuikgevoel. De onderbuikgevoel. Ja, je darmen zijn heel intelligent. Hè? Die zijn ook super gevoelig voor stress. Hè? Hoeveel mensen heb je niet die zeggen van het slaat in mijn darmen als ze gestresseerd zijn? Dus darmen gaan niet alleen reageren op wat je eet, maar ook op stress enorm. En op wat ze voelen. Als er iets instinctief niet klopt, dan voel je dat gewoon in je buik. Dit is eigenlijk wel, ik moest nu opeens kregen flashback terug naar vorige week toen ik Cambo heb gedaan. Kikkergif en dat clinch je, reinigt je en een heel ritueel. Maar ik was er best wel zenuwachtig voor van tevoren. En dat merkte ik ook aan mijn darmen 's ochtends. Want dat ging flink tekeer, zeg maar, voordat ik die Cambo had. En toen zei ik al van tering, zeg, volgens mij ben ik er redelijk zenuwachtig onder. En ik weet nog, toen ik DJ'de trouwens. Veel DJ'en, zeg maar. En ik zeker bij de wat grotere shows, maar eigenlijk ook de kleine shows. En ook als mijn events groot waren, klinkt als een eeuw geleden, werd ik zo nerveus ervan dat het ook een braakreactie bij mij oprakelde altijd. Eigenlijk standaard gewoon. Ja. Van de nervositeit. Mijn lichaam reageerde enorm op al die echte stressdingen, zeg maar. Als je lichaam heel veel stress heeft en het gevoel heeft dat het voor zijn leven moet vechten, dan moeten alle andere processen stopgezet worden. Dus dan moet jij overgeven en braken, zodat er geen energie moet besteed worden en verteren van voedsel. Daarom word je misselijk, hè, als je gestresseerd bent. Jouw lichaam wil zich op dat moment niet bezighouden met voedsel verteren. Jouw lichaam wil vechten voor het leven. Ja, dat is wat ik dus ook wel eigenlijk merkte, ja.
Oké, jij hebt uiteindelijk dus voor jezelf... heb je suikers geskipt, zeg jij. Je zegt dat iets handig is om te doen, omdat... Nou, leg het zelf maar uit eigenlijk. Ja, suikers is voor mij de ganse groep koolhydraten. Mm. Want daarom heb ik ook dit jaar Ketolicious geschreven. Dat gaat eigenlijk vooral... Dat zoomt nog meer in op dat verhaal van de suikers. Dus zal ik daar even verder over gaan dan? Be my guest. Het keto-dieet is in Amerika een heel gehyped en populair dieet. En ik vind het idee erachter interessant voor wat het hormonaal voor jou kan betekenen. Maar met Ketolicious wil ik toch meteen een aantal kanttekeningen maken dat ik geen voorstander ben van de dirty keto lifestyle. Dus wat ik in mijn boek aankaart is gezond in keto. Dus hoe kan je de hormonale voordelen hebben van een keto-dieet zonder alle troep van het typische Amerikaanse keto-dieet. En nu weet ik wat keto is, maar ik denk dat ook een hoop mensen dat niet zullen weten. Dus misschien is het even goed om een korte uitleg te geven hoe dat in elkaar steekt. Ja, en ik zal dan ook meteen daarin de link met suiker leggen. Prima. In een keto-lifestyle is het eigenlijk de bedoeling dat je verbrandingssysteem verandert van suikerverbranding naar vetverbranding. Wij zijn eigenlijk bijna allemaal suikerverbranders. Dat komt gewoon omdat onze voeding vol met koolhydraten en suikers zit en omdat de meeste bekende diëten claimen dat je koolhydraten en suikers in grote mate nodig hebt om gezond te zijn. Nu ben ik ervan overtuigd uit eigen ervaring dat dat zeker niet het geval is voor veel mensen, omdat als je een suikerverbrander bent, dan ben je zo afhankelijk van suikers. Vandaar ook, mensen die veel suikers eten, krijgen altijd terug cravings. Dat komt opnieuw door die schommelingen in de bloedsuikerspiegel. En als ik suiker bedoel, bedoel ik niet alleen de ongezonde varianten, maar ook granen en alles waar koolhydraten in zitten. Dat zijn allemaal suikers. Dus ook veel soorten fruit? Ja, zeker de hele zoete fruitsoorten. Ja, over fructose kan ik dan ook wel later nog iets zeggen, maar ik ga terugkeren naar mijn verhaal. Dus die koolhydraten zorgen ervoor dat je eigenlijk nooit genoeg krijgt en dat je heel snel terug honger krijgt. Je systeem is eigenlijk niet rustig. Ik ervaar dat als een heel onrustige manier van voedsel verteren, persoonlijk. Maar we kennen natuurlijk niet anders, waardoor we denken dat dat normaal is. Men heeft de voorbije jaren daar heel veel onderzoek naar gedaan en het blijkt dat wij perfect ook vetverbranders kunnen zijn. Dat betekent dat de primaire brandstof vet wordt in plaats van suikers. Nu, om jouw lichaam wijs te maken dat het eerst vetten moet verbranden, mag je het natuurlijk geen suikers geven. Want er is een bepaalde volgorde waarin je lichaam voeding gaat verbranden. En je lichaam kiest altijd eerst voor suikers. Dat is de makkelijkste manier om energie uit te halen. Zo draait onze motor. Dus wat gebeurt er nu als jij plots beslist om daar weinig tot geen suikers meer in te stoppen? Dan kan jouw lichaam niet anders dan overschakelen op een andere energie. En die energie is dan vet. We hebben gewoon zoveel vetreserve al aanwezig in ons lichaam. Er is heel veel vetopslag, dus daaruit kan het lichaam vet nemen, maar ook de vetten die we dan eten, en dan liefst de gezonde vetten. Daar kan het lichaam prima op functioneren, en ik ga het anders stellen, zelfs veel beter op functioneren. Want het verschil qua brandstof tussen vetten en koolhydraten is dat koolhydraten te vergelijken zijn met heel vluchtige brandstof. Je kan het zien als een kampvuur waar je allemaal hele kleine twijgjes ingooit. En dat raakt heel makkelijk aan. Maar je moet constant opnieuw twijgjes erin gooien om het vuur aan de praat te houden. En dat stopt niet. Dat is de kwaliteit waar je koolhydraten mee kan vergelijken. Vergelijk je vetten met een kampvuur, dan moet je het eigenlijk zien als grote kwalitatieve blokken die wel de ganse avond kunnen branden, maar het duurt natuurlijk wel even, alvorens dat je die een blok in brand krijgt. Dus vandaar duurt het ook wel eventjes om te schakelen van een suiker naar een vetverbrander. Jouw lichaam kent dat systeem niet, dat moet nog geprogrammeerd worden. Dus eigenlijk duurt het wel een tweetal maanden om je lichaam dat proces aan te leren. Maar eens dat je lichaam dat kent, dan kan het moeiteloos switchen tussen suiker en vetverbranding. En wat gebeurt er nu als je lichaam vetten aan het verbranden is? Dan ga je ketonen aanmaken. En ketonen, dat is een soort van vierde brandstof die de lever aanmaakt voor de hersenen. Want de hersenen werken op glucose, maar niet op vetten. Dus de hersenen kunnen niet rechtstreeks energie uit die vetten tappen en daarom heeft het lichaam een systeem waarbij het uit de lever ketonen aanmaakt voor de hersenen. En daar word je ontzettend productief en helder van. Ieder mens die ooit al in ketose is geweest, want dat is hoe het heet, hè, van zodra je ketonen begint aan te maken, dat gebeurt na een 3-4 dagen, word je zo helder in je hoofd,
Omdat dat eigenlijk ook een soort van overlevingsmechanisme is. De mensheid heeft in het verleden heel veel hongersnood gekend. Het is eigenlijk maar de laatste 100 jaar dat we constant voedsel hebben. Dus dat is een serieuze luxe die we hebben, waardoor wij het systeem van ketonen niet meer kennen. Maar in het verleden was er wel veel hongersnood. En ik ben ervan overtuigd dat onze voorouders constant switchten tussen suiker- en vetverbranding, afhankelijk van hoeveel voedsel er ter beschikking was. Of als er op bepaalde momenten misschien alleen maar vlees en eieren waren om te eten, maar niks anders voorhanden was, ja, dan was er ook alleen maar vet en gingen mensen gewoon in ketose. En omdat dat gekoppeld is aan het overleven van de soort, is het ook heel nuttig dat je je zo scherp voelt in ketose. Want volgens de evolutie van de mens zouden we op die momenten naar eten moeten zoeken. En als jij moet overleven, dan is het toch wel in jouw voordeel dat je heel helder in jouw hoofd bent. Want stel je voor dat jij onder suiker jou zo lui voelt en eigenlijk geen zin hebt om actie te nemen. Dat zou eigenlijk niet in het voordeel van onze soort zijn, die op dat moment net wel heel actief en helder in het hoofd moet zijn om voedsel te gaan verzamelen. Dus wij kunnen op vandaag, wij functioneren nog steeds zo, wij kunnen dat perfect nog altijd op die manier gaan doen, als wij weten welk voedsel dat we moeten eten. En ik voelde heel erg de behoefte om dat verhaal neer te schrijven. Niet alleen omdat het keto-dieet op zich een hype is, maar vooral omdat ik ook wel zie dat dat verhaal wat ik nu vertel, vind ik heel nuttig. En ik ben er echt een voorstander van om het lichaam geregeld in ketose te brengen. Maar wat ik dan daarnaast zie, is dat heel veel mensen het op een ongezonde manier gaan toepassen. Dat mensen het soms veel te streng doen. Ik doe het dus in 3 fases, waarbij dat je eigenlijk in fase 1 leert hoe je ketonen kan aanmaken en welk voedsel dat jou helpt om in ketose te geraken. In fase 2 help ik jou om een tijd lang in ketose te blijven, zodat je lichaam leert hoe het vetten kan verbranden. En in de 3e fase trigger je je lichaam opnieuw met koolhydraten. Dat heet dus eigenlijk carb cyclen. Want het lichaam wordt op den duur lui als je het altijd hetzelfde geeft. Het lichaam moet af en toe getriggerd worden. Dat hoor je ook in die methodes van bijvoorbeeld een Wim Hof. Hè. Die triggert ook het lichaam met dan bijvoorbeeld extreme koude. Dat is eigenlijk een beetje exact hetzelfde. En wat krijg je dan als mensen bijvoorbeeld zonder voorkennis met een keto-dieet starten? Die blijven gewoon in fase 1, constant. En dan kan het contraproductief beginnen werken. En ik heb het al meermaals gehoord dat mensen hormonaal helemaal uit balans raken van gewoon constant in die eerste fase van keto te blijven. En wat was die eerste fase ook alweer? De hele strenge fase. De fase waarin jij ervoor zorgt dat, dat je ketonen gaat aanmaken. Dus dat je lichaam gaat schakelen van suiker naar vetverbranding. En daarin heb je even een hele strenge periode nodig. Want je mag je lichaam in die periode geen glucose geven. Anders kan het niet schakelen naar die vetverbranding. Want anders neemt het altijd weer eerst die suikers. En natuurlijk, dat werkt zo goed. En heel veel mensen, het is vooral heel populair om snel af te vallen. Laat ons duidelijk zijn. En ook daar, ja, ik ben daar heel voorzichtig mee. Want ik ben ervan overtuigd, mensen met overgewicht gaan afvallen als ze gezonder eten. Maar dat is niet mijn insteek voor Ketolicious. Mijn insteek is, doe het om gezond te worden en om hormonaal in balans te raken. Maar schakel daarna ook over naar fase 2 en fase 3. En wat was fase 2 ook alweer? Fase 2 is iets milder. We hadden het daarnet over, toen je aan mij vroeg, mag ik nu bessen eten? Ja, bessen zijn dat is fruit, daar zitten suikers in. Dat ga je in een eerste fase niet eten, maar vanaf de 2e fase mag je wel eens bessen en zo eten. Of is een bepaalde groentesoort die ook wat meer koolhydraten bevat. Maar ik heb natuurlijk ook naast mijn kennis over het keto-dieet mijn kennis als ortomoleculaire voedingsdeskundige. En daar ga je natuurlijk het lichaam zo gevarieerd mogelijk gaan voeden. Volgens alle kleuren van de regenboog. Wie echt een strikt keto-dieet eet, die eet alleen maar groene groenten. En dat is niet gevarieerd genoeg. Vandaar hebben we ook fase 3 nodig. En denk dat mijn visie daarop is denk ik vrij uniek. Dat heb ik nergens gevonden als ik boeken lees over keto. Iedereen die boeken maakt over keto, die blijft hangen in fase 1 en 2. Er komt geen 3e fase, er komt geen carb cycling. Waarbij dat je toch op een gegeven moment kiest om wel weer meer koolhydraten te eten. Omdat je lichaam gewoon even dat schrikmoment nodig heeft. En terug moet leren om, als het suikers krijgt, laat het suikers verteren. En ga de volgende dag weer even terug naar minder suikers. En laat het dan terug switchen naar vetverbranding. Klinkt op zich wel chill. Dan kan je gewoon een keertje uit eten gaan. En dan is er niks aan de hand. Sterker nog, is het juist goed zelfs. En dat is ook een van de zaken die mijn boek denk ik ook onderscheidt. Dat is balans. Ik heb daar de cheat-methode en mijn balansvisie in gedeeld. Want we willen niet mensen extreem laten diëten. Heel veel mensen zijn zeer onzeker, hebben een heel lage eigenwaarde en klampen zich dan vast aan een dieet dat hen belooft dat ze er mooi en fantastisch en goed gaan uitzien.
En die mensen die... Ik heb gewoon te veel ervaring gewoon al gehad met mensen die diëten volgen en die dan verzeild geraakt in de alles-of-niets-mentaliteit. En die dan heel extreem diëten en dan weer vervolgens helemaal niks meer doen. Maar dat hoeft niet zo extreem te zijn. We kunnen echt kiezen voor balans. En die drie fases laten dat toe. Maar dan leg ik daar ook nog eens in uit wat de cheat-methode is. En dat is eigenlijk een methode waarin dat je leert hoe je binnen een eetraam van 60 minuten toch wel bepaalde koolhydraten mag eten, omdat jouw lichaam dat niet direct ziet als een reactie waarop het insuline moet gaan aanmaken als je het binnen dat tijdraam van 60 minuten laat. Dus ik geef wel heel veel trucs waarbij dat je op een gezonde manier leert hoe dat je toch nog eens kan cheaten zonder dat meteen gans je systeem daaronder leidt. Omdat ik ook echt heel belangrijk vind, ja, dat is opnieuw mijn dingetje met de linker en de rechter hersenhelft. Voor mij is een dieet volledig het linkerbrein. Dat is echt weer al de rationele bevestiging, de wetenschap die wij als mens willen. Het moet weer in hokjes zitten. Mensen willen dit dieet volgen en mensen zijn dan vaak niet in staat om buiten de lijntjes van het dieet te kijken. Ik vond het daarom nuttig om in Ketolicious ook een Hans Mindset stuk neer te schrijven, om ook de rechterkant van het brein te betrekken daarin. En daar zit ons innerlijk kind. Ons innerlijk kind wil soms een keer cheaten en spelen en rebelleren. Wil niet altijd zo de regeltjes volgen. Ik merk gewoon als je mensen de ruimte geeft om die balans zelf te gaan bepalen, dat het geen dieet meer is, maar dat het een levensstijl kan worden. Mm-hmm. En dat je dus ook niet vervelend voelt als je een keertje er niet aan kan houden, bijvoorbeeld. Ja, want je moet je daar eigenlijk helemaal niet vervelend over voelen. Er is ook helemaal niks aan de hand. Als ik morgen... ik ga nu vanavond op restaurant. Er is toch helemaal niks aan de hand als ik vanavond op restaurant zin heb om een friet daarbij te eten en een dessert en een glas wijn te drinken. Nee. Ik doe dat namelijk niet elke dag. En dan morgen begin ik gewoon opnieuw, volgens hoe ik het gewend ben, en eet ik mijn gezonde crackers en mijn brood. En schakelt je lichaam dan ook sneller tussen die twee? Ja. Ik mag echt soms zo zondigen. En dan ben ik een halve dag bijvoorbeeld nadien aan het vasten. En tegen de middag zit ik terug in vetverbranding. Veel sneller dan dat het de eerste keer duurt, ja. Ja. Hey, en bij keto komt natuurlijk wat je zegt net. Je eet veel vetten en je eet veel proteïnes, eiwitten. Daar hoort dus wel een dieet bij of een voedingspatroon bij waar veel vlees bij zit. Of in ieder geval, ja, toch wel. Vis, vlees, groenten. Ja. Voornamelijk. Ja, dat vond ik ook een issue. Voor mij is de keto lifestyle de sponsoring van de vleesindustrie. En kijk, hè, vlees is belangrijk als je gezond wil zijn. Ik heb ook in mijn orthomoleculaire studies echt aangetoond gezien door verschillende professoren dat het niet gezond is om volledig veggie of vegan te eten, aangezien dat je die proteïnen die in een dier aanwezig zijn, je kan die niet nabootsen in groenten. Maar ik heb ook een ethische kant. En ik voel mezelf er niet fijn bij om mensen te vertellen dat ze heel veel vlees moeten eten, puur het ethische. En omdat ik nu eenmaal ook wel echt veel mensen ken die begaan zijn met dieren, die niet graag dieren eten. Met Ketolicious heb ik daar ook ergens een gulden middenweg willen in vinden van... Wees een flexitariër dan. Dat is hoe ik het noem. Schrap niet volledig vlees voor je eigen gezondheid. En kies dan vooral voor de vleessoorten die... zoals waar jij nu naar op zoek bent. Hè? Bij een bioboer en zelfgekweekt vlees. Grasgevoederde dieren die zijn zoveel gezonder dan de waterkippen die je in de supermarkt ziet liggen. Zij eten gras. En dieren die gras eten, die krijgen veel meer omega-3 binnen dan dieren die gefokt worden en granen eten en antibiotica ingespoten krijgen. Dat is weer het omega-3, omega-6 verhaal. Van dat vlees gaat je immuunsysteem aan. Van het andere vlees gaat het immuunsysteem uit. Dat is een groot verschil. En volgens mij is de vuistregel inmiddels dat je alles uit de supermarkt moet laten liggen en daaromheen moet gaan om direct bij waar het vandaan komt je onbewerkte voedsel vandaan te gaan halen. Volgens mij is dat wel de vuistregel. Of je nou vegan, vegetariër of carnivore, wat dan ook bent, zodat je het niet bij de supermarkt haalt. Want jij hebt het nu zelf even aangehaald, dus dat vind ik dan gelijk een mooi moment om daar zelf ook even over te kletsen. Ik heb dus inderdaad 3 jaar lang geen vlees gegeten. En dat heb ik gedaan vanuit de overweging destijds, niet voor het klimaat, want dat trapte ik toen al niet in. Maar omdat ik de massaconsumptie van al dat vlees belachelijk vond en ik hoe ze daar in die stallen mee omgingen, belachelijk. En daar wilde ik gewoon niet meer aan meewerken en het voelde goed om daar op dat moment mee te stoppen.
Ik ga nu inderdaad, omdat ik me steeds meer in het verdiepen ben in de gezondheid, ook weer door corona, en dan kom je gewoon achter bepaalde onderwerpen, bepaalde thema's, en die lees je dan, en dan lijkt het er gewoon heel erg op dat dat bepaalde dingen zijn waar je toch niet omheen kan. En dan zie ik ook in zo'n keto-dieet, of in ieder geval de koolhydraten zoveel mogelijk skippen uit jouw eetpatroon, zie ik als erg veel voordeel. Dus ik ben nu ook wel zoiets van, ik ga niet meer heilig hangen aan een bepaald soort dieet, maar ik ga gewoon proberen totdat ik de dingen vind die voor mij perfect werken. Nadat ik natuurlijk mijn onderzoek heb gedaan daarna. Dat is ook een van de redenen dat ik hier met jou zit. Want het is natuurlijk de Truman Show, is natuurlijk de reis van mijzelf naar kijken wat werkt en dan wat waarheid is. Dus zo pak ik het een beetje aan. Dus ik ben nu sinds deze week, sinds dat ik mijn sapkuur heb gedaan vorige week, voor het eerst weer begonnen met het eten van vlees. En daar plaats ik gelijk een disclaimer bij, dat ik inderdaad ook weer even mijn onderzoek heb gedaan van welke boeren zijn er nou goed. Wie laat nou hun koeien altijd buiten staan, alleen maar gras eten? Welke slager weet je wel, gaat daar vervolgens goed mee om? Spuit daar dan niet vervolgens nog allemaal dingen erin om het langer houdbaarder te maken? Nou, dat hele riedeltje eigenlijk, omdat ik ook echt zie dat alles wat in de supermarkt troep is, bijna alles. En ik het dus gewoon direct bij de bronnen vandaan wil halen die ik vertrouw en waar ik goed op ga. Heb ik onderzoek naar gedaan, heeft me tijd gekost. En ik denk dat dit werkt. Ik heb ook onderzoek gedaan aan het hele keto-dieet. En ik denk ook dat het voor veel mensen goed kan doen om koolhydraten te skippen uit je dieet. Nu komt eigenlijk wel gelijk mijn vervolgding. Is het zeker anno 2021 dat je enorm veel vegans hebt. En daar komt dan eigenlijk alweer de discussie. En ik vind, het voelt eigenlijk weer bijna als een soort van machtsspelletje vanaf bovenaf, dat we weer tegen elkaar opgezet worden. Vleeseters tegenover planteters. Wel corona, geen corona. Weet je wel, ik kan nog doorgaan met al die thema's, maar je snapt wat ik bedoel, denk ja, ik. Ja, absoluut. Dus we staan weer racisme tegen geen racisme. Nou, dat, al die thema's die nu zo hard worden gepusht in de media. En daar is veganisme er ook wel eentje van. Komt dus tegenover elkaar te staan en dan zitten we elkaar weer af te kafferen. Terwijl ik denk dat op dit moment je een soort van kunt zeggen dat niemand meer de echte waarheid en pacht heeft en dat je gewoon naar onderzoek moet doen, dingen moet gaan proberen en aan uitkomen wat voor jou werkt. Dat gezegd hebben, dan wil ik nog even over dat veganisme toch wel iets kleins zeggen. Is dat, en wat, dat vind ik wel interessant, want je zei het net ook al eerder, en dat loop ik ook wel tegenaan, want er zijn zoveel verschillende visies, meningen, studies gepresenteerd, whatever, over al die verschillende diëten. En iedereen zegt dat het op deze manier moet en die moet. Nee, je moet plant-based eten, want dat is het beste voor je. Je moet dit, je moet zus, je moet zo. Allemaal verschillende visies en meningen. En ik begin steeds meer te redeneren uit, hoe hebben we het vroeger gedaan? Want eigenlijk alles zoals we het vroeger hebben gedaan en wat ons later afgeleerd is, heeft ons in plaats van goed, maar enorm slecht gedaan. Dus op het moment dat de farmaceutische industrie kwam, heeft het ons zieker gemaakt. En nou ja, al die dingen bij elkaar opgeteld uiteindelijk. En daar krijg je dan ook enorme discussies, merk ik, van dat mensen zeggen, ja, maar mensen, en dit is iets wat ik laatst heb gelezen, dat de veganisten zeggen, ja, maar wij zijn, kijk maar naar hoe wij gebouwd zijn. We zijn niet precies hetzelfde als vleesetende dieren. Dus bijvoorbeeld leeuw of whatever. Wat ze er dan niet bij zeggen, is dat wij nog minder lijken op dieren die planten eten. Qua verteringssysteem en whatever. Maar er blijft dus wel een constante discussie van, hoe hebben wij nou eigenlijk vroeger gegeten? Hoe zit dat? En wat is eigenlijk het meest natuurlijke ding om te doen voor ons als mens om te leven? Ja, we gaan dan terug naar de jager-verzamelaar. Maar ik wil het zeker niet hier hebben over de evolutietheorie. Dus ik weet dat dat ook een issue is in Hans, deze discussie. Maar als we gewoon kijken naar hoe mensen lange tijd geleden leefden, toen er bijvoorbeeld nog geen nederzettingen waren en mensen gewoon rondtrokken, dan komen we opnieuw terug bij deze manier van eten. Mensen die jaagden op vlees. Ik heb mij altijd laten vertellen dat dat de reden is waarom we ook hoektanden hebben. Want even voor de duidelijkheid, wij zijn, als je die theorie dus op zou nahouden, we hebben ongeveer hetzelfde verteringssysteem als bijvoorbeeld een leeuw. Niet dezelfde tanden. Nou, de graseters of de planteneters, die hebben meestal verschillende magen. Dus dat, ja, daar kun je, weet je wel, dat lijkt, zijn we ook ver van af. En daar zou je dus een conclusie uit kunnen trekken dat we omnivoren eigenlijk al zijn van de lange periodes. Dat we beide, ja, kunnen en misschien wel moeten om te kunnen functioneren.
ik denk er op dezelfde manier over. En als ik gewoon kijk naar jagers-verzamelaar, dan kunnen we zelfs nog leren van bepaalde natuurvolkeren die nu ook nog altijd leven. En die... daar baseren trouwens ook wetenschappers zich op die dit soort theorieën schrijven. Hè. Hoe leven die volkeren nog? Dus als wij willen leren van hoe de mensen vroeger aten, dan moeten we gewoon die natuurvolkeren gaan observeren. En dan komen we opnieuw tot de conclusie dat die inderdaad veel planten eten en veel groenten ook eten, maar dat die ja, ook vlees eten. Mm-hmm. En dat die vooral geen suikers eten. Niks van suikers. Er is een onderzoek gedaan dat er een bepaalde... groep werd bestudeerd door een tandheelkundige. En dat was heel vreemd. Die mensen poetsen daar nooit hun tanden en toch... Canadees geloof ik van het onderzoek. Ja, inderdaad. Ja, bestaan kariërs niet daar? Mensen krijgen daar geen rotte tanden. En wat is de enige conclusie? Zij kennen daar geen granen, zij kennen daar geen suikers. Dus als we het van de natuurvolkeren mogen geloven, dan is dit wel waar ons systeem op gebouwd is. En opnieuw wat we dan moeten geloven van de darmen bijvoorbeeld. De darmen verteren heel moeilijk bepaalde eiwitten die eigenlijk pas in het leven zijn geroepen toen de nederzettingen kwamen. Mm-hmm. Dan spreken we over enkele duizenden jaren geleden. En dan heb ik al heel vaak de discussie met mensen gehad. Ja, maar ja, ons lichaam past zich toch aan. Evolutionair gezien is dat een peulenschil. Het aanpassen van ons darmstelsel, dat duurt gewoon vele malen langer dan de tijd waarop wij nu nog maar brood aan het eten zijn en al die suikers eten. Hmm. Ons lichaam is nog steeds niet aangepast om dat in die grote hoeveelheden te gaan verteren. Nou, je vervalt ook altijd bijna in een soort van semantische discussie met... als je dan met veganisten erover praat. En ik bedoel, don't get me wrong, hè? Ik bedoel, veganisten... respect zelfs ervoor, weet je wel. Ja, ik heb er ook veel respect voor. Zeker. Ja. En ik vind ook ergens... Nou ja, er zit ook wat in. Ik heb niet voor niks al die tijd geen vlees gegeten. Alleen, je kan je soms ook wel een beetje afvragen in hoeverre... want je mee wordt gevoerd door een gevoede agenda. Hè? Want ik bedoel, er wordt natuurlijk nu al jaren in de media verteld... dat het allemaal slecht is om vlees te eten... en dat we allemaal plantaardig moeten gaan. Je weet dat daardoor, zeker bij mannen, maar volgens mij ook bij vrouwen... hormonaal best wel dingen opfokt... waardoor je, wat ik net ook al eerder zei eigenlijk over die man-vrouw verhouding... is dat de mannen ook wel steeds minder mannelijk worden. Ook nou ja, als zij uiteindelijk overgaan op een plant-based dieet. Maar in ieder geval de discussie waar je vaak in terechtkomt dan... is dat wat ik altijd een interessante gedachtegang vind is... wat vinden we dan van leer... want ja, er wordt, ja, maar dieren, wij moeten dieren niet eten... want dieren zijn ook, wij zijn ook dieren, het is allemaal zielig en dat moeten we niet doen. Maar vervolgens eten leeuwen wel zebra's, weet je wel. Ja. Ja, ik denk dat is natuurlijk heel instinctief. Hè. Wij mensen zijn natuurlijk een ras dat verder geëvolueerd is. En wij hebben onze emoties zijn op dat vlak verder ontwikkeld. Dus ik begrijp ook wel, en ik heb altijd gezegd dat ik heel veel respect heb voor vegans vanuit dat ethische. Mm-hmm. Inderdaad, omdat je graag dieren ziet. En dat begrijp ik ook. En dat is ook echt 100% de insteek waarom in Ketolicious 50 van de 60 recepten veggie zijn. Wat een hele grote uitdaging is in een keto-dieet. Maar om aan dat ethische stukje te voldoen. Niet omdat ik zeg dat vlees ongezond is. Dat is niet mijn boodschap. Nee, maar ga je keto kunnen redden zonder überhaupt zonder vlees? Vegans zeg ik nee. Als je geen eieren eet en geen kaas... dan vraag ik me echt af, dan is het echt bijzonder moeilijk. Alleen op noten en zaden lijkt me heel eenzijdig. Mm-hmm. Vandaar zeg ik veggie. Ja. Want dan kan je toch tenminste nog dat soort zaken eten. Mm-hmm. Ja, ik zei het net ook al eventjes. Volgens mij is het gewoon het allerbelangrijkste... dat we elkaar in de waarde laten, weet je wel. En ik denk dat als je... ik laat je ook in je waarde als je plofkip uit de supermarkt haalt. Maar daar heb ik bedoel, ik vind wel... Voor mij heb ik toen ik besloten heb om dit te gaan proberen... dus om die koolhydraten te skippen... en toen ik ook zag wat het eten van dierlijke producten je kan opleveren... toen heb ik wel voor mij de keiharde afspraak met mezelf gemaakt... en ik kan harde afspraken met mezelf maken... is dat als ik dierlijke producten eet... ik 100% zeker weet dat het biodynamisch is, dat het goed is... dat het ergens vandaan komt, wat het gewoon, weet je wel... Los van mijn eigen gezondheid ook nog eens. Want alle troep die ze in die dieren spuiten, weet je wel. Of wat ze, dat het GMO-voedsel wat ze eten krijgen. Dat komt ook allemaal natuurlijk weer door in ons. Los daarvan vind ik ook gewoon dat het gewoon voor dier goed moet zijn geweest. En dat is wel een harde eis voor mij. Maar mijn hele punt ermee is eigenlijk is dat je denk ik gewoon... als we elkaar in ons waarde laten. En je weet je, voor hetzelfde geld werkt voor iemand een plant-based dieet mega goed. En misschien kom ik daar zelf ook wel achter... dat dat over een tijd voor mij de way to go is. I don't know. Maar...
dat je elkaar een soort van de ruimte gunt om dat te ontdekken wat je nou precies werkt voor jou, zonder dat je daar verantwoording hoeft af te leggen aan weer een hele boze gemeenschap. Ja. Ik moet zeggen dat ik het er ook altijd heel moeilijk mee gehad heb als voedingsdeskundige om dan inderdaad te gaan staan voor... Ja, maar geen vlees eten is eigenlijk ongezond. En in de tijd dat ik vooral mensen advies gaf met betrekking tot hun vermoeidheidsklachten, heb ik zoveel vegetariërs terug op vlees moeten zetten omdat ze zoveel B-vitamines tekort hadden, vooral B12. En mensen gingen dan terug weer vlees eten, ook al was dat niet een overtuiging, maar omdat ze zelf volledig opgebrand raakten. En ik denk dat mijn eigen moeder daar het mooiste voorbeeld van is. Mijn eigen moeder is denk ik meer dan 10 jaar een vegetariër geweest. Bij haar volledig uit gezondheidsredenen. Want zij las alle dieetboeken en op een gegeven moment raakte ze ervan overtuigd dat vlees kankerverwekkend is. Dus zij stopte daarmee. 10 jaar lang. Maar zij is nooit zo ongezond geweest dan, die 10 jaar lang. Want wat deed ze dan? Bepaalde burgers gaan bakken. Dat zat vol met gluten, vol met E-nummers en rommel. Je krijgt sowieso dan ook heel veel suikers binnen. Dus veel te veel insuline, waar dan uiteindelijk diabetes en zo de oorzaak van is. En ook heel veel kankers. En op een gegeven moment heeft ze dan ingezien dat dat niet gezond was voor haar. Is ze terug geleidelijk aan vlees beginnen eten. En de voorbije jaren is ze dan volledig het systeem gaan toepassen wat ik voorschrijf. Eigenlijk gecombineerd in die twee boeken. En heeft zij als 50-plusser gewoon haar hormonen terug in balans gekregen. Terwijl eigenlijk meestal 50-plussers net heel veel klachten beginnen te ervaren op die leeftijd. Heeft zij het tegenovergestelde bewezen. Ja, ja, je zegt het net al. Je moeder is eigenlijk gewoon al die dieetboeken gaan volgen, waar eigenlijk allemaal hetzelfde zo'n beetje in staat. De media pompt je vol met je moet geen vlees meer eten. En je hebt natuurlijk heel veel verstand van hoe dat dan, weet je, met je lichaam werkt en zo. Ik verdiep me natuurlijk best wel in die machten en zo allemaal. En daar zie ik... Daar zie ik wat er gebeurt met dat hele voedsel. Natuurlijk dat het ons, hè, dat het de zaden al gemaakt worden door Bayer. En nee, niet door Bayer, is natuurlijk degene die ze die het spul erop spuit, waardoor de insecten zo ervan afgaan. Maar door Monsanto bijvoorbeeld, die maken alle zaden. Nou, dat is allemaal genetisch gemanipuleerde rommel. En uiteindelijk worden dus allemaal van dat vlees afgehaald, worden allemaal weer zwakker gemaakt. Want dat is gewoon een agenda, weet je. Dat ga ik gewoon, dat zeg ik ook gewoon. Het is gewoon een agenda om ons zo zwak mogelijk te maken als mens. En we worden steeds meer die plant-based dingen ingeschoten. Nou, dat wordt allemaal geproduceerd door dezelfde mensen. Bill Gates is de grootste landbouweigenaar in de Verenigde Staten op dit moment. En die maakt allemaal soja en mais. Het is allemaal genetisch gemanipuleerde rotzooi die hij maakt. En dat is hij eigenlijk over de hele wereld nu aan het doen. Zo ook nu in Turkije. Dus wat gebeurt er? We worden allemaal met een reden van het vlees afgehaald, of in ieder geval richting die plantdingen gestuurd, richting die genetisch gemanipuleerde voedsels en dergelijke, die ons wederom zieker, zieker en zieker maken en ons weer meer afhankelijk maken van de farmaceutische industrie uiteindelijk, waar dezelfde mensen, je zei het net al terecht, weer van profiteren. En ik denk wel dat dat ook iets is wat je in je hoofd kunt houden of moet houden op het moment dat je al die berichten weer leest in de media. Of dat je al die Netflix-docu's, veel Netflix-docu's dan, die dan... Want ik zat laatst te kijken en er was iemand, een arts, die debunkte die ene Netflix-docu. Die gaat over die sporter die dan naar al die andere sporters gaat om te kijken hoe zij leven. En zij leven dan allemaal veganistisch. En dus, oh kijk, deze topsporters eten veganistisch top. Dan kan iedereen het, dus het is het beste om te doen. Maar een arts... Die heeft dat hele ding van A tot Z helemaal gedebunkt. En dat zat ik dan laatst weer kijken. En denk van ja, het is eigenlijk ook gewoon een vorm van propaganda. Dat vind ik sowieso van alles wat Netflix komt. Dus dat zijn ook allemaal dingen, denk ik, waar je wel mee rekening kunt houden als je dat soort dingen ziet. En zeker als je vol overtuiging voor een bepaald dieet gaat. Dat je even kijkt, wat zit daar nou precies achter? Ik moet eerlijk zeggen dat ik mij een dag gegeven niet verdiep. Dus ik ben blij dat jij dat even toevoegt. Ik denk wel dat we inderdaad altijd zelf kritisch moeten zijn. En ik zeg altijd tegen mijn eigen klanten, neem het niet zomaar van mij aan omdat ik het zeg. Ik doe mijn onderzoek, doe zelf ook jouw onderzoek. En doe wat voor jou goed voelt, zoek jouw eigen invalshoek, zoek jouw eigen manier. Maar luister vooral naar de reactie van jouw lichaam. En ook ja, wat jij dan doet, is meer het gewetensstuk. Hè. Jij wil inderdaad weten, zit daar een agenda achter. Dus dat is voor jou dan ook belangrijk om op basis daarvan je keuzes te maken. Dus ik denk dat iedereen dat inderdaad voor zichzelf moet bepalen. En ik vind het niet fijn dat heel veel mensen altijd een oordeel klaar hebben. Als je kiest voor een vakje,
dat niet hun vakje is. Mm-hmm. Ik heb respect voor ieder zijn mening. Ook al is die mening helemaal niet gelijk aan mijn mening. Het enige wat mij interesseert is, voel jij jou daar dan goed bij? Ben je gelukkig en klaag jij niet? Oké, maar kom niet tegen mij klagen dan wel, hè? Want dat is natuurlijk ook wel wat heel veel gebeurt, is dat mensen wel om voedingsadvies vragen. En als ik dan vertel wat ik aanbeveel in hun geval... Oei, zeg je nu dat ik geen melk meer mag drinken? Of oei, mag ik dan nooit meer dat op mijn boterham smeren? Ik zeg dan natuurlijk niet dat je dat niet mag. Je mag alles van mij. Maar wees wel bereid om dingen te veranderen. Als je verandering wil, als je jou niet goed voelt, je voelt jou ziek... Ja, blijf niet bij de pakken zitten. Mm. Zorg er, en ja, dan is ook mijn belangrijkste advies... dat je daar opnieuw niet de bevestiging in de klassieke geneeskunde moet zoeken. Dat heb ik tevergeefs geprobeerd. En dat hoor ik van heel veel mensen. Ja, ik wil eigenlijk wel jouw dieet volgen elke... maar ik ga dat eerst een keer overleggen met mijn arts. En dan krijg ik een mailtje terug. Ja, mijn arts is niet akkoord. Ja, tuurlijk niet. Die arts die weet helemaal niet wat mijn kennis is. Die heeft helemaal die kennis niet, wat ik heb. En artsen zijn daar zelfs, denk ik, bang voor om zich daarin te verdiepen. En gewoon omdat het vreemd is voor hen, dan raden ze het af. Dus zelfs daar moet je je eigen verantwoordelijkheid volgens mij opnemen. En niet de bevestiging gaan zoeken bij artsen die in een systeem zijn opgeleid wat volledig symptoombestrijdend is. Mm. Elke symptoombestrijdende arts... Ja, die gaat niet bevestigen wat ik vertel, want die gelooft daar niet in. Nou, ik heb daar wel een theorie over. En eentje ook die door een arts... Ik heb best wat artsen in mijn omgeving ook... die heeft dat eigenlijk mij verteld. Toen dacht ik, dat klinkt best wel logisch. Is dit is best wel een alfa-wereldje. Het is best wel ook weer... Nou ja, wat je eigenlijk net al zei met die mannelijke energie en zo. Maar dat wat daar gebeurt, is ze zijn heel trots. Dus zij hebben dat geleerd. Zij hebben 8 jaar ervoor gestudeerd, of weet ik het hoe lang. Dus... Dit is de waarheid. Dus als jij met jouw theorietje aankomt... zoals zij dat waarschijnlijk zullen voelen... Dan denk ik van, ja, ik heb je 8 jaar voor geleerd. Wat komt iemand anders me nou vertellen hoe het zit? Dit is hoe het zit. Want als je dat dus... als je daaraan gaat tornen eigenlijk... dan ga je dus eigenlijk aan hetgeen tornen wat zij al die tijd hebben geleerd. En als dat niet klopt, wat klopt er nog meer niet aan het hele verhaal? En dan moet je dingen in twijfel trekken wie jij jouw ganse leven bent geweest... Maar dat vind ik wel. De mensen die dat kunnen, dat is keikrachtig. Hè? Als jij durft erkennen dat hetgeen wat je ooit hebt geleerd misschien niet klopt, dan moet je inderdaad bereid zijn om je ego van jou af te werpen. En veel mensen die kunnen dat niet. Ik heb het wel heel vaak aan de stok, niet per se met artsen, maar wel met klassieke diëtisten. Die zijn het helemaal niet eens met wat ik vertel vaak. En die voelen zich heel hard bedreigd daardoor. Want die zeggen van... Ja, ik heb 3 jaar voor diëtist gestudeerd. En wat heb jij gestudeerd? En gaat het altijd op dat diploma? Vind ik wel heel bijzonder om te zien. Dat diploma, wat ik zou hebben als ortomoleculaire voedingsdeskundige, veel minder waardiger zou zijn dan iemand die diëtiek studeert. Maar mij gaat het helemaal niet over het diploma of het label. Zelfs had ik dat diploma niet, dan zou ik nog wel altijd heel veel kennis hebben. Omdat ik al jaren, tientallen, honderden boeken erover lees, dan verzamel je ook... Veel info en volgens mij ben je dan zelfs veel kritischer omdat je zelf bepaalt welke boeken je samenbrengt en niet een onderwijsinstituut die jou vertelt wat jij moet leren. Maar zij willen natuurlijk dat hun diploma de waarde heeft waarvoor het staat en dan is dat misschien een bedreiging. Dus ik denk dat dat bij die artsen hetzelfde misschien is. Ja, en je zit ook een beetje aan, dat merk je natuurlijk ook weer als je over verschillende onderwerpen gaat, over machtsstructuren of whatever, is dat steeds een laagje dieper. En je komt altijd wel weer een groep mensen tegen die het als vervelend ervaren dat een bepaald onderwerp of over een bepaald onderwerp op een bepaalde manier gedacht wordt, omdat dat tornt aan hun eigen cognitieve dissonantie. En het zit, zo zit dat, vind ik, ook bij voedsel wel vaak een beetje. Want stel je voor, en ik zeg echt, ik bedoel, laten we vanuit gaan dat het merendeel van de mensen geen vlees eet met de volle overtuiging, dat ze weten wat er allemaal achter zit en prima. Maar er zult ook een deel bij zitten, zeker een deel, dezelfde mensen die achter de hele klimaathijsa aanlopen, die dus dit als heel aanstootgevend zullen ervaren als je dit zegt. Want het tornt aan hetgeen wat zij geleerd hebben in de afgelopen jaren. En dan krijg je een soort van antireactie, een soort vechtende antireactie krijg je daarop, denk ik. Ja, ja, maar uiteindelijk... Dat is ook allemaal heel ego-gebaseerd. Vanaf het moment dat je heel hard in verbinding met jezelf en je intuïtie komt en vanuit liefde naar mensen kan kijken, dan heb je geen probleem met het feit dat iemand anders er anders over denkt. Je trekt toch altijd jouw mensen aan. Ik ben ervan overtuigd dat ik de mensen aantrek die resoneren met mijn energie. Ik ben sowieso heel veel bezig met energie, ook buiten het lichaam.
alles is energie. En iemand die andere waardes heeft, die heeft een andere frequentie, een andere vibratie. Die zal dan ook wel zijn of haar mensen aantrekken die daarmee resoneren. Mm-hmm. Dus ik vind het sowieso onzinnig om je bedreigd te voelen door mensen met een andere mening. Ik vind het nog altijd ook heel vreemd in het ganse coronadebat dat er zo, ja, dat het zo lastig is om er te mogen voor uitkomen dat je niet achter de prik staat. Bij sommige mensen is dat zo fout. En bij mij gaat dat gewoon, los van het feit wat het coronaverhaal is, daar hoeven we het niet over te hebben, maar alleen al het feit dat mensen toch gewoon hun eigen keuze mogen maken. Mm-hmm. Ja, ja, nee, ja, zeker. Maar jij zou wel heel erg tegen die prik zijn als je zo gelooft in je immuunsysteem. Ja, dat is eigenlijk mijn stokpaardje. Je hebt het niet nodig, want je immuunsysteem is sterk genoeg om het zelf te overwinnen. Stel nu dat het virus er wel is en dat corona echt is. Ik weet dat jij denkt dat dat niet het geval is, maar stel nu dat het wel zo is, dan ben ik ervan overtuigd dat ons immuunsysteem dat allemaal kan overwinnen. Mm, ja, nou, en je immuunsysteem is ook veel gelaagder dan wat de prik eventueel kan doen. En nu niet om een discussie over de prik te gaan vervallen, maar die pakt natuurlijk maar één deel van je immuunsysteem aan. Terwijl je al, weet ik het hoeveel lagen hebt voordat je überhaupt bij die T-cellen aankomt, zeg maar. Dus ik ben echt blij. Ik ben ook echt blij dat ik dit soort podcasts gaan doen nu. En steeds meer doe ik over gezondheid. Want wat ik heel erg zie gebeuren is dat we... Nou, ik zei het net al over dat hoe ongezond wij eigenlijk zijn. Hoe ongezond wij gemaakt worden en steeds ongezonder zijn. Is dat het zo belangrijk is om je aandacht te richten op die gezondheid. En om jezelf sterker te kunnen maken als mens. Want als wij nou eens allemaal sterker worden, worden we ook minder vatbaar voor die onzin die allemaal over ons heen gegooid wordt nu. En dan ga je ook makkelijker nee zeggen. Dan maakt het ook minder uit wat andere mensen van je denken over bepaalde onderwerpen. Maar daarvoor moet je vertrouwen in je eigen lichaam. En ik denk dat het daar bij heel veel mensen al verkeerd loopt. De meeste mensen kennen iets over het lichaam. Dat zijn allemaal zaken die we überhaupt nergens leren. Dus je moet het zelf al onderzoeken. Dus bij de meeste mensen is er te weinig vertrouwen in het eigen lichaam om op dit moment te kiezen voor zichzelf en voor hun eigen immuunsysteem. En een van de meest gehoorde argumenten met mensen waar ik überhaupt wel nog een beetje over dit thema kan praten, is van, ja, maar ik ga ervan uit dat experten wel weten waar ze het over hebben. Ik heb er geen verstand van, dus ik vertrouw wel dat ze gelijk hebben. Mm. En dat is, ja, voor mij is dat een naïeve gedachte, maar niet alleen. Je hebt natuurlijk al gezien vanuit jouw field wat daar de experts zeggen over bepaalde onderwerpen, om genoeg te kunnen denken, hé, maar dit vertrouw ik even niet. Ja, maar dat is ook heel pijnlijk, want ik heb echt in het begin, dat ik helemaal nog niet zo mee was in de meeste topics die jij belicht, maar gewoon nog echt gewoon helemaal dacht van, hé, mensen moeten nu gezond eten en dan gaan ze het coronavirus overwinnen. Toen heb ik zo vaak geprobeerd om met mijn verhaal over immuniteit de pers te halen. Hmm. Zij willen mijn verhaal niet horen. Dat interesseert hen niet. Ze willen liever allemaal die angstmakerij. Stel je voor dat ik mensen zou kunnen vertellen hoe ze zelf gezond moeten worden. Dat is niet interessant, hè? Nee, dat zie je. Dezelfde dingen zie je in Nederland gebeuren. Want, oh wee, de vaccinatie gaat daalt door daadwerkelijk een verhaal waardoor je gezonder wordt als mens, in plaats van je vol laten stoppen met gifspullen. Ik heb laatst een onderzoek gelezen. Ik heb het niet goed gelezen en het kwam echt bij me voorbij gisteren of zo ergens. Maar dat was een professor, een wetenschapper, en ik ben even zijn naam kwijt. Die houdt iedereen nog van me te goed. Maar die zei, die was dus juist dat onderzoeker, dat je eigenlijk volledig op fruit zou moeten kunnen leven. En ik hoorde jou net al een paar keer iets over fruit zeggen. En toen dacht ik weet dus even niet meer wat nou de exacte dingen waren in dat onderzoek en hoe of wat. Maar de conclusie was dat van oudsher eigenlijk fruit aten juist. En dat we dat juist weer moeten eten. En dat dat ook zou verklaren waarom ons gebit er zo uitziet. Die moet ik nog ergens terugzoeken. Maar ik hoor graag jouw visie over dit verhaal. Ik denk dat die man dan ook volledig gaat moeten erkennen dat ons fruit gemanipuleerd is. En dat het vroeger helemaal niet zo zoet was dan het nu is. Vroeger was een aardbei bitter, heb ik mij ooit laten wijsmaken. Lang geleden. Maar ze zijn dat zodanig beginnen manipuleren. Net zoals ze bij het witloof het ook manipuleren. Ik proef nu dat witloof helemaal niet meer zo bitter is als vroeger. Dus alles wat in de supermarkt ligt van fruitsoorten die we nu kennen, is gewoon gemanipuleerd en zoeter gemaakt. Dus misschien heeft die man wel gelijk dat we in het verleden fruit aten, maar dan waren dat ook inheemse fruitsoorten die we zelf in de eigen omgeving vonden. En voor ons betekent dat dan voornamelijk bessen. En niet die exotische, ik ging toxisch bijna zeggen, toxisch exotische fruitsoorten. Dus dat is één. En dan wil ik toch ook nog even vertellen wat fructose doet. Fructose is een type suiker dat in fruit zit.
En vooral duidelijkheid, fruit bevat fructose, maar ook een heleboel vitaminen. En die zijn wel gezond. Dus ik ga zeker niet claimen dat fruit in zijn totaliteit ongezond is, want het bevat wel vezels en vitamine die wel gezond zijn. De grote boosdoener in fruit is de fructose. Vandaar dat ik ervoor pleit om fruit te kiezen waar minder fructose in zit. Omdat fructose, als het lichaam, wordt gezien als een reservebrandstof. De meeste suikers, zoals gewone glucose, die gaan we onmiddellijk verbranden. Fructose is energie voor later. Dus wat betekent dat? Dat wordt onmiddellijk als vet opgeslaan. Van fruit word je gewoon dik. Veel mensen denken dat je van vet dik wordt, maar je wordt van fructose dik. Want dat wordt onmiddellijk opgeslaan. Dus wie heel veel fruit eet, die legt gewoon een grote vetreserve aan. Dat is echt wel... Dat wist ik eigenlijk niet eens, maar... denk je dat je goed bezig bent met je fruit eten? Huh? Ja, ik eet wel ook soms fruit, hè? Maar niet op de manier dat wij het geleerd hebben. Nee. Ik verpak ook mijn fruit altijd in eiwitten en vetten. Omdat het dan veel minder hard binnenkomt. Als je het verpakt in eiwitten en vetten, en wat bedoel ik daarmee? Zoals ik het daarnet geserveerd heb, in combinatie met je maaltijd. Je eet het eigenlijk gecombineerd met je maaltijd en niet als tussendoortje. Mm. Want dan is de impact op je bloedsuikerspiegel veel groter. Mm. Dadels is ook een goede om te eten als keten, toch of niet? Bedoel je de gedroogde soort? Ja. Nee, die zitten echt bomvol suiker. Gedroogd fruit is eigenlijk zelfs nog erger. Dat is nog erger? Ja. Nou jongens, fruit mag niet meer. Ja, van mij mag je alles. Hè. Je moet het zelf kiezen. Hè. Maar als je het echt wil doen, dan waarom kies je dan geen bessen bijvoorbeeld? Als je toch nog iets van fruit wil eten. Die eet ik wel ook nog bijna dagelijks. Ja, maar het klinkt zeg maar... Weet je, dat is natuurlijk ook weer zo'n ding. Is omdat je natuurlijk altijd geleerd hebt dat je moet... ik weet niet hoeveel fruit eten per dag. En zo'n stramien van dingen die je allemaal moet doen. Waar je natuurlijk sowieso over kunt afvragen van... Oké, als... Elk mens lichaam werkt volgens mij redelijk anders. Ook nog voor iedereen werkt wat anders. En dan ga je nu zeggen dat ik 2 liter water per dag moet drinken. Dat is volgens mij ook nog zo'n onzin. De ene moet 3 liter drinken, de ander moet 1 liter drinken. Dat is heel verschillend. En je moet gewoon drinken wanneer je dorst hebt. Zolang je maar geen cola gaat drinken. Ik weet niet meer precies waar ik heen wilde met het verhaal, maar... Dat je zei van, er werd ons verteld dat we 2 of 3 stukken fruit per dag moeten eten. Exact. Maar dan kan het nu dus best wel klinken van wat jij zegt van... Oké, maar je zegt dus nu eigenlijk dat alles wat ik toen heb geleerd is fout is. En dat ik dus geen fruit moet eten. Wat eigenlijk voor iedereen een soort van het ultieme gezondheidsding is eigenlijk. Ja, ik snap dat. Ik moet eerlijk zeggen, toen ik me begon te verdiepen in deze materie, heb ik ook gerouwd. En dat was mijn allereerste en grootste angst. Ik wist dat ik hier iets mee wou doen en ik durfde niet. Ik dacht van, iedereen gaat denken dat ik gek ben. Alles wat ik nu wil vertellen aan de wereld... Mensen gaan me niet geloven, want ze hebben het anders geleerd. Ik heb echt moed moeten verzamelen en stapje per stapje mijn verhaal naar buiten te brengen. Heel voorzichtig. Niet al die info tegelijk. Ik zou dat vroeger niet aangedurfd hebben, wat ik nu vertel. Maar nu heb ik natuurlijk wel mijn ervaring. En ja, hoe langer ik ermee bezig ben, hoe overtuigder ik ben dat ik dit wel moet delen met de wereld. Maar het is ook een soort van rouwproces, hè, want je moet opnieuw afscheid nemen van iets wat voor jou altijd de waarheid is geweest. En ik denk dat we op dit moment meer dan ooit... het lef moeten hebben om alles wat we ooit geleerd hebben in vraag te stellen en op onderzoek uit te gaan. Want wie zegt wat de waarheid is? De waarheid vind ik een bijzonder interessant thema en ik vind dat altijd heel boeiend om elke waarheid in vraag te stellen. En je zit daar helemaal mee in mijn vaarwater, want het is ongeveer zo mijn motto geworden in de afgelopen tijd. Je kan me alles vertellen. Ik had vandaag nog, was wel grappig, iemand reageerde bij mij onder de podcast met Peter Vereken en die ging best wel diep over allemaal verschillende thema's. En die zei van... volgens mij kwam Einstein daar nog ter sprake. En er werd gezegd, geloof ik, van Einstein... zo'n waardeloze wetenschapper, onzin wat hij bedacht heeft, bla bla. Nou, dat kan natuurlijk best wel heftig zijn voor iemand die dat hoort. Weet je, Einstein wordt geprezen als een van de grootste wetenschappers ooit. En iemand reageerde eronder van... Oké, maar nu Einstein onderuit wordt gehaald, nu haak ik af. Dus toen reageerde ik er... Ik weet niet meer wat ik eronder reageerde. Ik reageerde er bij de hand grapje onder of zo. Dan vind ik dat leuk om nog even zo te reageren... als ik dat een keer zie binnenkomen in die meldingen. En toen zei hij... Jorn, als jij mij nu vertelt dat jij denkt... dat Einstein een onzinwetenschapper is... dan kijk ik nooit meer naar dit kanaal. Dus toen reageerde ik eronder. Ik zeg, ja, het zou kunnen. Ik weet het niet.
zeg maar, ik ga gewoon, als iemand dit zegt, ja, prima. Ik ga er ook niet meer van uit dat hij een grandioze wetenschapper is. Want ik durf alles in twijfel te trekken. En als je daardoor het kanaal niet meer leuk vindt, moet je het lekker zelf weten. Maar dat komt ook net op die cognitieve dissonantielagen. Ergens ga je dus gewoon tegengas geven omdat je het niet leuk vindt om te horen. Terwijl ik denk dat het super gezond is om juist alles te vragen wat je wil. Ja. Elk onderwerp. Dus ook wat jij zegt nu bijvoorbeeld. Weet je, ja. Neem het niet aan, probeer het. Of deze andere onderzoek. Of doe wat goed voelt, ja, voor je. En koppel vervolgens altijd terug naar jouw gevoel. Sta open voor verschillende waarheden. En daar loopt het bij heel veel mensen al verkeerd. Veel mensen willen niets anders horen. Dat is te oncomfortabel. Dan zouden ze misschien wel iets moeten veranderen. Maar eens dat je bereid bent om inderdaad alles in twijfel te trekken en verschillende theorieën te aanhoren, ja, laat dan je lichaam spreken, zou ik zeggen. Mm, ja, dat gevoel, dat zijn we natuurlijk helemaal kwijt. Hey, als ik het goed begrijp over de boeken, hè, want hier, deze zijn gewoon vooral recepten en dergelijke erin? Nee, het zijn alle twee met recepten. Hè. Dus in Ketolicious krijg je eigenlijk de complete handleiding. Fase 1, fase 2, fase 3, de cheat-methode, balance mindset. Ja. Dus eigenlijk leg ik van A tot Z uit wat het keto-dieet is. Wat je eigenlijk, alle vragen die je ook maar kunt bedenken bij het keto-dieet staan daarin uitgelegd. Mm-hmm. Per fase vertel ik jou wat je moet doen. Dat is eigenlijk heel concreet. Je kan er eigenlijk, met dit boek kan je aan de slag als je het op een gezonde manier wil doen in keto gaan. En dan heb ik ook nog 60 recepten toegevoegd, waarvan 50 veggie. Geluk in je buik voor mij is het aanvullend, maar het zijn wel echt twee verschillende boeken. Mm. Want dit boek is geschreven vanuit mijn ervaring met energie. En dan is het verhaal ruimer. Dan vertel ik mijn drie belangrijkste pijlers. En dat is eigenlijk de rol van de darmen, de rol van de bijnieren, de rol van de bloedsuikerspiegel. Dus dat wordt daarin uitgelegd. En dan zijn er ook nog 80 recepten die natuurlijk gebaseerd zijn op alles wat ik vertel. Dus ik deel bepaalde inzichten en ik vertel bij elk hoofdstuk de do's en de don'ts. Dus de do's en de don'ts voor de darmen. De do's en de don'ts voor de bijnieren. De do's en de don'ts voor je bloedsuikerspiegel. Daar staan voedingstips in. Die voedingstips pas ik dan toe in deze 68 recepten. Mm. Dus heel praktisch eigenlijk. Ja. Een soort van uitleg over wat er gebeurt. Inhoud over hoe je darmen werken, et cetera, et cetera. Ja. En dan uiteindelijk ook praktisch hoe je ermee aan de slag kan. Ja, ook in beide boeken, wat moet je in je voorraadkast hebben? Welke producten? Allemaal die soort zaken, ja. Mag ik je vriendelijk bedanken voor dit superfijne gesprek? Jij bedankt. Ik denk dat, als toevoeging nog, ja, ik denk dat het gezondheid zo'n belangrijk thema is. En ik hoop dat er steeds meer mensen zich in gaan verdiepen. Ik denk dat we daar sterker uit gaan komen met z'n allen. Ja. Ja, ik geloof dat ook. En ik vond het een supergrote eer om jou hier bij mij te hebben. En dat jij wel wil luisteren naar het belang van het immuunsysteem, vind ik geweldig. Ja, en ik denk dat het goed is om zoveel verschillende experts of de mensen die hier een goed verhaal over hebben, om daarmee in conclave te gaan. En dat gewoon, dat is eigenlijk wat ik altijd doe, de verhalen gewoon naar boven brengen. En dan kan iedereen er zelf iets mee, of niet? Misschien sluit het bij je aan, top, misschien niet, ook goed. Ja, prima. Dan ben je weer een visie rijker van iemand. En zo word je een completer mens, denk ik. Ja. En ga op je gevoel af. Hè? That's the clue, ja. Lieve vrienden, dank jullie wel voor het kijken. Ik hoop dat jullie er wat mee kunnen. Allebei de boeken ga ik zorgen dat jullie in ieder geval weten waar jullie die kunnen halen als jullie dat willen. Zal ik ergens in de description zetten en op social media, waar jullie weten hoe het werkt. Ik hoop dat jullie het tof vonden. Als jullie het tof vonden, like de video dan. Abonneer op het kanaal als je het niet hebt gedaan. Deel hem met je vrienden, deel hem op je socials. Als gezegd, gezondheid vind ik een mega belangrijk thema. En ik hoop dat we ons daar steeds meer in gaan verdiepen en wat mee gaan doen. Vind je tof wat ik maak? Ga dan aan mijn website www.johnluca.com. Daar kun je doneren en dan kun je zorgen dat we dit soort verhalen nog meer kunnen naar voren brengen, naar buiten kunnen brengen. En dat we steeds meer onderzoek kunnen doen en steeds meer podcasts kunnen gaan maken. Ik dank jullie vriendelijk en ik zie jullie ontzettend snel weer. Peace.